Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics. Dames en heren van harte, welkom bij Valsplat aflevering 8, de voorlopig laatste aflevering van deze wielerpodcast van Flanders Classics en Proximus. We komen ongetwijfeld nog terug, maar we moeten nu even tijd maken voor belangrijkere dingen. We moeten zelf een beetje gaan fietsen, het wordt mooier weer, de terrasjes gaan open. En wat fietsen betreft, in mijn geval is het niet fietsen, maar het wordt trainen. Ik moet keihard trainen, dat is anders, dat is niet specifiek leuker. Ik kan nog niet vertellen waarvoor dat trainen precies is, want voor je het weet staat het in de krant of nog erger in het laatste nieuws. Maar het belangrijkste is wel dat er gefietst kan worden. En als ik naar mijn twee podcastgenoten kijk, Dirk en Jappe, dan denk ik dat jullie daar ook klaar voor zijn in het geval van Jappe en nood aan hebt in het geval van Dirk. Nood aan? Soms denk ik lijfelijk van die daar mag mee gefietst worden nog. Ik heb van het weekend nogthans mijn best gedaan. Ja, wat heb je gedaan? Ik ben naar zee gefietst en teruggefietst. Dus 2 dagen, 310 kilometer. Dat is ongelooflijk. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, het was eigenlijk niet zo'n goed weer, hè? Maar Flandriaan weer. Ik heb één keer echt Dirk aangereden. En dat is gewoon, je kijkt gewoon 80 kilometer lang naar die kuiten. En voor de rest hoef je niks te doen. En die stopt niet en die blijft malen. En dat maakt niet uit of dat omhoog gaat. Of dat daar kasseien liggen. Of dat daar wind in je gezicht staat. Dan blijft gewoon een steady tempo. En je moet proberen gewoon dat wiel te houden. Dus ik ken de kuiten van Dirk ken ik beter dan mijn eigen kuiten. Die ik nog nooit gezien heb overigens. Dus vandaar. Ja, ik begon eigenlijk over het slechte weer. Want ja, Frank de Bozere, de weerman, had ons weer gefokt. Hè. Een heel weekend regen voorspeld. Dus ik had eigenlijk niet echt afgesproken met mijn vrienden. Dus ik had dan 2 taxmomentjes ingepland, omdat ja, wij gaan binnenkort een rit doen, we gaan een mini-Amstel doen. Wij drie, de heilige, de vurige drietand, zal ik maar zeggen. We gaan een mini-Amstel doen, ik heb een GPX. Maar gaan we dat ook echt doen? We gaan dat echt doen, ik heb een mooi rondje. Maar mijn vraag is nu wel, van ja, misschien moeten we die GPX gewoon wegsmijten en onze gast meepakken, want ik denk dat er maar... Ja, wie kan ons beter gidsen als onze gast van vandaag? Ah wel, dat is een mooi brugje. Om hem aan te kondigen, inderdaad. Want meestal zijn we iets te lang met onszelf bezig en zit de gast hier voor de spreekwoordelijke spek en bonen. Maar vandaag gaan we dat niet doen, want het is de 8e aflevering. Het is een belangrijke aflevering vandaag. En we hebben een centrale gast. En ik kan geruststellen dat de centrale gast van vandaag wellicht de reden is waarom ik hier zit. In elk geval waarom ik ooit verknocht ben geraakt aan de wielrennerij. 20 jaar geleden, iets minder dan 20 jaar geleden, zat ik in een café in Rochefort en was ik getuige van de solo der solo's. Ik maar zeggen, 80 kilometer later in 4 leffers moet het geweest zijn, was de man die al die tijd aan kop reed nog altijd de eerste die de streep overkwam. En ik heb toen beslist van, er is iets wat nog belangrijker is dan voetbal. Sterker nog, voetbal verdween helemaal op dat moment. En ik zeg, als ik hem ooit zie, ga ik hem zeggen wat hij voor mij betekend heeft en hoezeer ik hem bewonder. Maar ja, hoe groot is de kans dat je zo iemand ook daadwerkelijk tegenkomt in een ruftige podcaststudio als deze. Maar het is zover. Een heel erg fijne middag is het. Welkom, Michael Bogerts. Hey. Wat een mooie woorden. Ja, maar ik begin ervan te zweten. Dat snap ik. Maar dat is ook omdat je heel dicht bij Jappe zit. Hoor. Ja. Dat gaat niet veranderen vandaag. Maar het is zo. Ik refereer natuurlijk aan La Plagne, de Tour-etappe. Kunnen we het straks nog over hebben. Ik ben blij dat je hier bent. Vanuit het verre kant houdt. Ja, nou, het valt mee. Hè. Het is goed te doen. Ja. Het is voor mij ook mijn debuut in een Belgische podcast. Dus ik ben ook een beetje vrolijk gespannen. Kijk, maar dat hebben wij dus elke dag eigenlijk. Elke dag worden wij zo wakker. Ja. Voor we eraan beginnen, ik vraag altijd aan Dirk om een soort bloemlezing. Kan je dat ook deze keer doen, Dirk? Ja, jij kent de carrière van Michael waarschijnlijk al heel goed. Maar Michael, geboren in 1972, dat is zo een van die speciale jaren. Quizvraagjes van een van die jaren waarin alle grote klassiekers, alle monumenten werden gewonnen door Belgen. God heeft waarschijnlijk toen beslist van, we gaan er in Nederland een beetje iets moeten tegenzetten, want anders gaat er geen enkele Nederlander ooit nog op een fiets kruipen. Dus werd Michael Bogert in Den Haag geboren. Werd prof bij de ploeg van Jan Raas in 1994, toen Word Perfect, even nog Novel, en toen het grote Rabobank. En ik heb Michael nog voor die rit naar La Plagne, waar jij naar refereerde, leren kennen. De rit in de Tour van 96, denk ik, hè, naar Aix-les-Bains. Ik zat in mijn zeteltje, ik was aan de koers aan het kijken. Apocalyptische regenrit naar Aix-les-Bains. En ineens schoot er een oranje vlek naar voren met de legendarische renner Melchior Mauri in zijn wiel. En Michael ging zo hard dat Mauri eigenlijk 2 keer een bocht miste. Bleef het peloton voor gedurende 1 kilometer en kwam
in de gietende regen als eerste over de rij, over de streep. En toen dacht ik van, die gaan we volgen. Bleek een goede keuze te zijn, want nadien eigenlijk ja, jarenlang het boegbeeld van de Rabobank wielerploeg. Ik vergelijk hem altijd zo'n beetje met Johan Museeuw. Wat dat Johan Museeuw voor Vlaanderen was, was Michael in Nederland. Het boegbeeld van een generatie. Er waren twee verschillende renners. Museeuw won ook iets meer dan Michael. Maar ja, denk gedurende 10 jaar altijd in garant voor podiumplaatsen in klassiekers. En af en toe is een reet naar La Plagne, een winst in de Amstel Gold Race, een paar Brabantse pijlen op zijn palmares geschreven. En altijd mooie prestaties. Ja, het is het een beetje compleet, de bloemlezen? Nou, dat klopt prima, ja. Ja. Ik word weer warm. Dus, nee. Nou, het is altijd leuk om te horen natuurlijk. Ja, gisteren zat ik bij mijn vader, die 78 jaar werd. En hij was sinds het verleden jaar niet op zijn verjaardag geweest. Nu 2 keer gevaccineerd, dus ik denk rijden naartoe. En zitten we Brabant spel te kijken. En dan heb je het natuurlijk ook weer een beetje over je carrière. En dan komt dit allemaal voorbij, wat ik net hoor. Ja, ja. Is dit sowieso deze periode van het jaar eentje waar Michael Bogert kippenvel van krijgt als deze koersen verreden worden en zo, ja. Want we zitten er middenin eigenlijk. Ja, 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 absoluut. Ik zit gisteren bij mijn ouders en dan denk ik terug aan 20 jaar geleden, 15 jaar geleden, dat ik altijd op het fietsje naar Den Haag reed naar mijn vader en mijn moeders verjaardag. En dan wist ik of het was Waalspel of het was Luik-Bastenaak-Luik. Toen was die volgorde een beetje anders, lag Brabantspel ietsje eerder. Maar dit was de periode voor mij, de zwaarste periode, maar ook de meest gezellige periode voor mij als wielrenner. En ja. Hoezo gezellig? Ja, omdat ik altijd, ik was gewoon altijd goed. En dat klopte gewoon altijd. Ik ben 1 jaar wat minder geweest, maar toen werd ik gelukkig toch nog tweede in de Amstel. Maar deze periode, ja, dit ademt wielrennen. En ik ben ook een liefhebber. En ik heb als einde carrière ben ik Ronde van Vlaanderen gaan rijden. Maar zelfs toen ik koerste, ging ik ook vroeg opstaan om heel Vlaanderen zeg maar te volgen. Of ik ging vroeg opstaan om Roubaix helemaal te volgen. Mijn training erop aanpassen. Dus ja, dit is gewoon de maand. April is gewoon de maand voor Vlaanderen, voor Nederlandse wielrenners om echt lekker koers te volgen. Ja. En fiets je ook zelf mee in deze periode nu? Want je fietst nog altijd vrij fanatiek, hè? Ik probeer wel te fietsen, ja. Ja. Ah, oké, dat dus. Dat ja, klinkt ja, anders nee, dan nee, ik loop veel. Ik loop veel. Okay. Tennis gaat nu niet, maar ja. ik doe veel hardlopen. En ik ben wel weer redelijk beginnen fietsen. Maar ik ga niet 4-5 uur, als ik net hoor, 300 kilometer in 2 dagen. Dat, ja, maar dat is compensatie. Dat is compensatiegedrag. Dat pas ik even voor. Maar 2 uurtjes maximaal en dan probeer ik lekker door te rijden. Maar ik sport wel iedere dag, dat wel, ja. Ja. Ga je eigenlijk soms op pad met Steven de Jong? Want die heeft het befaamde Down Patrol. Ja. Ik weet niet dat jullie dat kennen, de Down Patrol. Dat is eigenlijk om voordat de zon opkomt, gaat eigenlijk Steven de Jong een uur rijden, maar een uur aan 38 gemiddeld, ja. Denk ik. En, ik kom Steven, dat is mijn beste maat. Ja. En die kom ik geregeld tegen. Ik kwam hem nog eens tegen dat ik aan het trainen was voor de marathon. En dan kom ik hem tegen en dan rijdt hij echt als een oud prof in de rond. En dan ziet hij me nog ineens, dan moet ik echt roepen. In het verleden jaar tijdens de lockdown heb ik meegedaan aan de Down Patrol. spraken we iedere woensdag om 5:30 af. Met de man van mijn ex-vuur en Steven. En dan, 5:30 s'morgens. Ja, ja, en dan deden we altijd een rondje van 55 kilometer. En eigenlijk was dat wel lekker, want toen was het prima weer. En dan kom je thuis en dan ben je om 7:30 thuis. En dan heb je het gevoel dat je dag al voor de helft erop zit. En dan moet alles nog beginnen. Ja, ik las dat ook over Steven de Jong, zijn Down Patrol. Hij komt dan thuis en inderdaad, iedereen begint wakker te worden samen met gezin aan het ontbijt. En je hebt eigenlijk al een zotte training achter de rug. Ja, ja. Je bent helemaal fris. En eigenlijk is het is even doorzetten. Maar als het prima weer is, dan is het eigenlijk maar een kleine opgave. Wonen jullie ver uit elkaar? Of zien jullie... Nee, wij zijn, ik denk hemelsbreed, 1 kilometer of zo. Dat scheelt. Steve is altijd mijn buurman geweest in Essen toen ik net naar België verhuisde. Hij kwam 3 maanden later, toen woonde die 2 appartementen boven mij. Ja. Dat, ja, dan is het makkelijk om een vriendschap te onderhouden natuurlijk. Dat zeker. Ja, hij is wel veel weg natuurlijk met de koers, maar ja. Nee, we spreken elkaar nog geregeld. Vraagt hij wel eens om advies ook?
Mijn? Ja. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, nee. Ja, soms wel, meer op persoonlijk vlak. Maar ja, ja. Nee, maar niet, voor niet de koers absoluut niet. Nee. Ik denk dat Steve wel een hele eigen visie heeft op het hedendaagse wielrennen. En ik denk dat hij heel sterk en goed is in zijn vak. Zeker organisatorisch, maar ook koerstechnisch. Hij heeft natuurlijk met hele grote renners in de ploeg gezeten. Maar ook een renner zelf geweest die... Ja, precies wist ja. Wanneer hij zijn kans moest pakken. En daardoor hele mooie grote koersen. Ik bedoel, 2 keer Kuurne winnen. E3-prijs winnen. Rit in Tirreno winnen. Rit in de Ronde van Nederland winnen. Veenendaal gewonnen. Hij wist wel zijn kans te pakken. En zeker zijn laatste jaren was hij heel belangrijk voor Tom Boonen. Dus hij weet ook hoe het is om zich volledig weg te cijferen voor, ja. Voor een kopman. Dus maar ik vind dat wel vreemd dat hij niet met zijn koersgekke... beste vriend, bijvoorbeeld een transfer aftoetst. Of een transfer. Of van, ja, welke renner moeten we binnenhalen bij Trek? Of zoiets. Oh, nou, ja, Wening. Pieter Wening is wel een dingetje geweest, ja. Ja. Verleden jaar... Omdat je die kende van bij Roompot. Ja. En hij had erbij in de ploeg gezeten. Ja. En Steve ook nog een jaar bij hem in de ploeg gezeten. En toen zei hij van, ik wil eigenlijk Wening wel naar Trek halen. Maar natuurlijk wat oudere renner. En dan praat je daar wel over. Maar ik voel me ook nooit zo... geroepen om te zeggen dat dit moet je doen, man. Dit is goed voor je, weet je. We praten gewoon graag over de koers en daarmee basta. En we zitten gelukkig wel op één lijn. En dat is, daarom heb je ook niet vaak adviezen nodig. En dat, maar Wening, ja, daar heeft hij wel echt serieus bij mij geïnformeerd van, zou Wening het nog kunnen? En toen heb ik wel positief geantwoord, ja. Ja. Wat vond je van de vergelijking van Dirk met Johan Museeuw? Zo had ik er zelf nog niet eigenlijk over nagedacht, maar ik zie inderdaad wel de vergelijking tussen... Ik zie wel een duidelijke gelijkenis tussen jullie. Wat Johan Museeuw voor België was en jij voor Nederland. Ja, misschien wel. Johan was iets vroeger, die is ietsje ouder. Dus die had al veel gewonnen toen ik beroepsrenner werd. En ik heb altijd heel veel respect gehad voor Michiel. En een paar jaar geleden zaten we samen in de kleedkamer bij Ruben van Gucht. En ja, je voelt gelijk dat er altijd een klik is. We zitten ook op een lijn. En als renner vond ik dat een geweldige renner. Ik was er eigenlijk ook wel fan van. Weet je, altijd iemand die verantwoordelijkheid nam in de koers. Deed ik ook. Dus dat vergelijk is er al. En ook iemand die er altijd stond als die... Ja, hij is natuurlijk wel een tijd eruit geweest met een blessure toen hij Parijs-Roubaix is gevallen. Mm-hmm. En ik weet dat vlak daarvoor ik in 1998 samen met hem voorop zat in de Brabantse Pijl. En hij die Brabantse Pijl won, ik werd derde. Maar ik reed gewoon volle bak door met Michiel. Want het was voor mij gewoon een eer om met hem voorop te zitten. Terwijl ja, ik wist al 100-100 ben je geklopt natuurlijk door Michiel. Maar ik reed wel gewoon door. En ik voelde wel later dat hij dat ook apprecieerde. En wat ik nooit vergeet is 1999, het WK in Verona. Waar Van den Broek allebei zijn polsen brak. Zijn wij, na de tijd ging hij op stap. We zaten bij de Belgen in het hotel. En we gingen met z'n allen op stap naar een of andere nachtclub. En er werd natuurlijk een pintje of een champagne gedronken. Ik weet het allemaal niet meer. Maar Michiel kwam naar me toe en die zei van... jij weet het niet, maar jij bent de beste eendags renner ter wereld, zei hij tegen me. Echt waar? Ja. En ik was in 99 ook best wel oké, hoor. Dus ik had de tweede in Luik in Amstel gewonnen. Tweede in de wereldbeker, hè? Ja, ook dat. Ja. En toen zei hij eigenlijk, je moet eens focussen op de Vlaamse klassiekers. En dat is me altijd bijgebleven dat hij dat zo zei. Wellicht met een bakkie op, maar het deed mij wat, zeg maar. Ik was tweede op de wereld. En toch, als een renner als Michel dat tegen je zegt... Dan, hoe dronken ook, het blijft de waarheid. De waarheid komt uit Het was heel fijn om te horen, ja. Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar volgens mij was het bij Museeuw een soort van hoger plan, omdat hij weet van, ja, hij rijdt toch altijd met mij door. Ik moet die gast van motiveren om mijn koersen te gaan rijden. Ja, maar toen was Museeuw natuurlijk alweer wat ouder, hè? Toen had hij al heel veel gewonnen. Nou ja, later ook nog, maar ja, wij kwamen elkaar niet zo heel veel tegen, nee. Eigenlijk, koerstechnisch. Maar ik moet er ook, de gelijkenis zit hem ook in het feit dat jullie eigenlijk toch wel de verantwoordelijkheid namen voor het hele land, dat je als de Nederlandse wielrenner uit die periode, dat was er maar één, dat was Michael Bogert. En ondanks het feit dat er nog anderen waren ook, en die ook wel wonnen af en toe, en best grote dingen neerzetten, was jij toch degene waar iedereen naar keek?
Ja. Is dat iets waar je bewust van bent op het moment dat je actief bent of waar je naar handelt? Of is dat iets waar je eigenlijk vooral terugkijkend eigenlijk beseft? Nou ja, toen besefte ik dat ook wel. Want ja, veel van mijn generatiegenoten die echt... Nou ja, pak bijvoorbeeld Erik Dekker. Die heeft meer gewonnen dan ik. En die heeft de wereldbeker gewonnen. Maar die is bijvoorbeeld in 2003 een hele lange periode eruit geweest. En ik kon mezelf dat nooit veroorloven in mijn hoofd. Dus ik heb mezelf heel veel pijn gedaan door altijd het proberen goed te zijn. Als ik Vlaanderen reed, die heb ik 3 keer gereden, dan wilde ik ook de beste zijn van Nederland. En als ik de Amstel natuurlijk Luik. Dus je probeert in de Tour. Dus ik probeerde altijd daar te zijn voor het volk. En dat heeft me wel, denk ik, het heeft me geen windeieren gelegd, want daardoor werd je wel een populaire renner. Maar ik had op bepaalde momenten wel wat meer rust moeten pakken en wat dingen terzijde moeten schuiven. Want op een gegeven moment kan niet alles meer. En dat heeft me veel gekost, denk ik, ook mentaal. En, hoe komt dat dan? Hoe kom je in die positie terecht? Wat maakte eigenlijk dat iedereen naar jou keek? Ondanks het feit dat er misschien inderdaad andere renners waren die zelfs nog beter steden. Hoe ik daar terecht ben gekomen, dat is puur de liefde voor de sport. Ja, maar ik bedoel eigenlijk, waarom ben jij degene waar iedereen naar kijkt? Is dat dan charisma? Of is dat ook gewoon dat je achteraf de beste babbel zat aan de meet? Dat zou ik echt niet weten. Dat is aan andere mensen om te bepalen, denk ik. Dirk, leg dat eens uit. Ja, maar hij was toch wel een beetje het uithangbord van de Rabobankploeg door je charisma en dat je er goed uitzag en je kon het goed uitleggen. Ik denk ook dat Hagenese dat er wel in zat bij jou. Ja, oké, maar dat is niet iets waar je bewust van bent. Nee. Ik denk dat wat bij mij heel erg meespeelt, is dat ik heel veel kennis van de wielersport heb. En dan zeker de periode dat ik geboren werd. En ik praat er heel veel met mijn vader en mijn broer over. Dus wij zijn echt, weet je, in die tijd wat jij net refereerde in de bloemlezing, dat de Belgische wielrennen ongeveer zo'n beetje alles won wat er te winnen viel. Ja, dat is voor mij nog een tijd. Als ik een renner uit de oudheid tegenkom, dan kan ik zijn palmares opnoemen. En dat doet natuurlijk veel. Ik bedoel, als ik nu een jongen van 8 tegenkom en die zegt van je hebt dit en dit en dit gewonnen en je deed dat, dan streelt dat je ego. En ik heb dat altijd gehad met renners, veelal Belgische coureurs. En ja, misschien komt dat over of zo. Ik weet het niet. Ik denk vooral de liefde voor de sport heeft mij, denk ik, populair gemaakt. Ja. En dan zit je daar en dan vervul je die rol. En wat je net zegt, dan tijdens het fiets, of daar heeft je wel ook, je hebt daar een prijs voor betaald. Hè? Want dat maakt wel dat je altijd verder doorging dan je in werkelijkheid misschien zou moeten. Maar dat je dacht, ik ben dit verplicht om dat te doen. Een andere grote keerzijde is natuurlijk ook dat op het moment, als hoge bomen en je vangt veel wind, als dan de val die je gekend hebt, hè, na het uitkomen van al die verhalen, mm-hmm. die was ook lang en die was steil en die was heel erg diep. Dat is ook de consequentie van het feit dat je zo lang in die schijnwerpers gestaan hebt, waar anderen misschien relatief in de schaduw dat hebben kunnen beleven. Absoluut, ja. Dat is eigenlijk nog het meest zware geweest van heel mijn wielercarrière. Dat je op een gegeven moment natuurlijk moet toegeven dat je doping hebt gebruikt. Ja. Wat voor mij in die tijd, het heeft voor mij ook lang geduurd om die stap te zetten. En als je eenmaal die stap hebt gezet, ja, dan zit je erin en dan blijf je daarmee doorgaan. Nou oké, ik dacht een klein beetje dat iedereen dat wel deed en dat is waarschijnlijk ook wel zo, maar in Nederland is dat heel erg geviseerd geweest op mijn persoon zelf. En dat heeft het heeft het heel lastig voor mij gemaakt. Aan de andere kant, ik ben er ook voor in therapie geweest, weet je. Ik heb me daardoor, ik ben daarvoor geholpen om daarmee om te leren gaan. Maar het blijft lastig, ja, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd voor extra time koers. En er wordt een dag van tevoren afgebeld, omdat de directie niet wil dat Michael Bogert daar komt zitten, omdat hij een dopingverleden heeft. Ja. Ik kijk iedere week extra time koers. Ja. Ik denk dat er nog wel eens meer mensen hebben gezeten met een dopingverleden. Ja. En dat zijn dan even
vervelende dingen. Ja, zeker ja. Omdat je zo van de koers houdt. Maar aan de andere kant heb ik het nu wel leren accepteren. En, ja. Ben je over het algemeen blij dat het van je uit je systeem is? Dat je het gezegd hebt dat het weg is? Of zou je, mocht je de kans hebben, zou je toch... Want er zijn ook heel veel renners die dan nog altijd niet mee in het rijden zijn gekomen of zoiets. Die wellicht nog altijd met dat... Hoe ze het in Vlaanderen zeggen, met dat ei in hun broek zitten. Ben je toch blij dat het eruit is? Nou, ik had liever gehad, dat zeg je eerlijk. Ik had liever gehad dat het mijn deurtje voorbij was gegaan. Ja. Ah ja, oké. Okay, ja. Ja, tuurlijk ben ik wel blij. Ik ben nu ook wel eens... ik hou wel van zelfspot, dus ik vind het wel eens leuk. Ja, ik zag je tweet. Een geintje erover te maken. Ja. Of een geintje, weet je. Dat, ik bedoel, ik maak daar 8 per dag op die manier thuis. Weet je, waar iedereen weet hoe het zit. Dus als je dat een keer aan het publiek doet, dan is dat nieuws of zo, maar ik vind dat wel leuk om, dan is het wel lekker dat je het kwijt bent en ik vind het ook wel leuk want in de wielerwereld, als ik ex-collega's of mensen tegenkom die in mijn tijd actief zijn geweest, dan lopen ze me niet ze lopen niet met een boog om me heen dus dan voel je wel die connectie en dan zijn ze ook wel blij dat ik nooit gepraat heb en altijd netjes ben gebleven, omdat ik denk dat het gewoon zo was in die tijd dus ik voel altijd wel een soort wederzijds respect, ja. Dus dan is het wel fijn dat ik het verteld heb, maar aan de andere kant de ellende die het mij gegeven heeft zeker omdat bij de kinderen aan het opgroeien waren, weet je, op het schoolplein word je aangesproken, je staat in de bladen, je staat in de krant, dat denk ik wel eens van als ik gewoon één keer had nee, als iemand mij vroeg van heb je ooit doping gebruikt en ik zou nee zeggen en daarmee was de kous af, dat is toch wel fijn, ja. Als je de vergelijking met Museo verder doortrekt, Johan heeft ook bekentenissen afgelegd na zijn carrière. Ik heb het gevoel dat bij Johan dat hij ondertussen gerehabiliteerd is. Hij is ook verketterd geweest, maar staat nu terug op zijn piedestal, zoals we dat in België noemen. Ja, ja. Heb jij dat gevoel ook dat je terug gerehabiliteerd bent of ben je nog altijd een beetje verketterd in Nederland? Nee, dat valt eigenlijk wel reuze mee, hè? Want... Kijk, je moet je voorstellen, je hebt 70% van de mensen die zouden dezelfde keuze hebben gemaakt in die tijd. En er zijn 30% die zeggen van wat een bedrieger, wat een idioot. En zou nooit meer in de wielersport mogen werken. Maar juist die 30% die pak jou onwijs aan, weet je. Terwijl het denk ik een hele normale reactie is. Ten eerste behoef je professionele sport. En je gebruikt een middel waar je niet op gepakt wordt. Het is allemaal bekend. Dus ik ben altijd werkzaam kunnen blijven in de sport. En ook in het... maar ik word er altijd aan gerefereerd, weet je. Het is altijd... Nu stond er ook weer door die tweet van mij... Ja, staat een dopingzondaar Michael Bogaert wil helpen bij vaccineren, weet je. Het is altijd die negatieve ondertoon... die je de rest van je leven altijd blijft horen. En dat is nou net de trigger, zeg maar. Of net het vervelende wat jou soms een rotgevoel geeft. En ik hoef ook helemaal niet meer op dat voetstuk te komen, weet je. Ik weet zelf wat ik ervoor gedaan heb om een goede wielrenner te zijn, vanaf kinds af aan. En dat blijft staan. Maar mensen hoeven mij niet op te hemelen. Natuurlijk vind ik het leuk en vind ik het leuk als ze me begrijpen, als ze mijn keuzes hebben begrepen. Maar die tijd is voorbij dat je... En voor mij is Museeuw ook nooit gevallen, snap je? En er zullen heel veel mensen zijn in Nederland waarvoor ik ook niet gevallen ben. We hadden het daarnet, voor je hier was, hadden we het er even over. En ik zei van, hoe is dat eigenlijk mogelijk bij mij? Ik heb op geen enkel moment, toen dat nieuws ook naar buiten kwam, en wat ik net zei, en dat is ook echt wel oprecht, ik ben altijd een grote fan geweest en hij is nooit weggegaan. En kan dat? En hoe werkt zoiets eigenlijk? En wij deelden allemaal wel een beetje de mening. Hè? Wij zijn hier van het vergeven, zoveel is duidelijk. Maar ook van je hebt ook nog altijd, je kijkt op naar de sporter, maar ook naar de mens die daarachter zit. En als je daar doorkijkt, dan denk ik dat je ook gewoon wacht. Ja, hoe zal ik het zeggen, wat nuchterder of vergevingsgezinder erin staat, denk ik. Ja, ik vind ook dat we bijvoorbeeld bepaalde sporters of wielrenners een bepaalde legend-status hebben. En ja, als jonge gast vind je dat zalig. En je blijft dat ook gewoon... Ja, je hebt dat ook met voetballers van PSV, hè. Alhoewel dat die echt wel de laatste tijd echt wel mijn serieus aan het testen zijn. Nee, maar om daar nog even op terug te komen, wat ik mij afvroeg, omdat ik denk dat Michael daar misschien... Ja, hij woont in België, Nederlander. Gaan ze daar dan in Nederland harder mee om? Met heel die situatie zijn ze daar... Nederlanders zijn harder, hè? Nederlanders zijn directer, maar gaan ze met zo'n situatie harder om?
of minder vergevingsgezind ja, of zo? Kijk, in België is wielersport is gewoon de sport nummer één. Hè? Dat is, ja. Dus het is gewoon eigenlijk om als wielrenner in België te wonen, dat is een soort Walhalla. Dat is gewoon geweldig, weet je. Zeker als je in een dorp woont, dan iedereen kent je. Je krijgt overal voorrang. dat is echt zo. En dat is fijn, weet je. Omdat België ademt wielrennen. In Nederland is dat iets minder. Waar krijg je voorrang? Je kan het uit bij de bakker. Nou ja, als je naar het gemeentehuis moet en je moet iets snel geregeld hebben. Of je gaat verhuizen en de politie moet langskomen om te kijken of je er daadwerkelijk woont. Weet je, alles. Dat wordt een beetje versneld, zeg maar. Ja, als je huis geschilderd moet worden, dan maken ze voor jou wel tijd. En het is. Dat zijn allemaal leuke bijkomstigheden, zeg maar. Je wordt altijd aangesproken op de koers. Van wat denk jij ervan van het weekend? En dat heb je in Nederland gewoon wat minder. In Nederland word je wel herkend en maak ze een fotootje, maar in België is het toch meer dat vertrouwde gevoel van de koers kennen. In Nederland is het toch ook doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, dat ook. Ja, daarom is het voor mij ook wel eens moeilijk om in België een ik wil het niet echt voorkeursbehandeling te krijgen, maar dat in Nederland ben je dat gewoon niet gewend. Weet je, daar kennen ze je wel, maar in België is het allemaal wat rustiger en staat een sporter of een wielrenner wat meer op een voetstuk. Mm. Aan de andere kant, als ik dan ook zie met van de week die tweet op Twitter, dan kunnen daar heel veel Nederlanders mee lachen. En de enige negatieve reacties heb ik dan gekregen van Belgische mensen. Zeg maar. Die hebben dan toch een ander soort humor. En terwijl ik eigenlijk de Belgische humor heel erg apprecieer. En dat wat ik net vertel, zeg maar, dat je dan een dag voordat je naar extra time gaat, wordt afgebeld omdat de directie niet ziet zitten. Dat is dan eventjes anders. Maar over het algemeen denk ik dat ik als wielrenner meer geapprecieerd word in België dan in Nederland. Misschien moeten we wel ook even voor de luisteraars die de tweet niet gezien hebben, de tweet nog even verklaren. Ah, wel, ik heb de tweet hier afgedrukt. Het is eigenlijk Gio Lippes tweeten en daar is de commentator van. NOS. NOS, ja. Dat is de Renaat Schotten van NOS, ja, van Nederland. Ongeveer, Gio. Dus Renaat, Gio. Dus prettig die uitnodiging voor de vaccinatie. Prik 1 op de zondag van de Amstel Gold Race. Prik 2 tijdens de Tour in rode letters. Het wijzigen van tijd en dag is helaas niet mogelijk. Kom dan maar gezellig langs met die spuit op de commentaarspositie. Kwestie van multitasken. Ja, waarop dan Michael antwoordde, hulp nodig. Ben beide keren aanwezig op locatie en heb ervaring met een prikje zetten. Okay. En die tweet is viraal gegaan, want echt, de Vlaamse media hebben dat inderdaad wel naar hartelust opgepikt. Ja. Wat dacht je van, ik wil mijn eigen nog eens een keer... Nee joh, het is echt, ik zweer het je. Ik ben helemaal niet zo Twitter-achtig. Weet je, soms denk ik, oké, ik moet wat doen. Want dan blijf ik nog een beetje... Ik had het laatst ook, had ik een ijsbaantje gemaakt in de tuin. En mijn dochter, die ging erop schaatsen. En dat stond ook in één keer in de Gazet van Antwerpen. Maar dan sta je helemaal niet meer stil. En het had ik met dit ook. Ik lag lekker op bankje zo met mijn dochter. Echt hier rechts zo. En ik lag rond van Baskeland te kijken. En ik zie die tweet van Lippens. Er gebeurde nog weinig in de koers. Ik denk zo, als ze een geintje maken, reageren. En dat ging viral. Maar zo gaat dat dus ook bij Patrick Lefebvre. Ja. Die ligt ook gewoon de hele tijd ook maar wat te doen. Die vingers doen dat vanzelf. En dan wordt dat daarna altijd gigantisch nieuws. Maar daar kunnen we het misschien straks nog over hebben. Laten we dat hoofdstuk afsluiten. Ik vraag mij, of tenminste, ik zat te denken, bespreken, als het gaat over Nederlandse renners, over een zeer succesvolle generatie. Jonge gasten die er nu ineens allemaal staan. Dat zijn ook allemaal gasten die daar opgegroeid zijn met jou. Allee, ik wil zeggen, die hebben niet, die dat is 20 jaar geleden, alhoewel ja, misschien daar net iets na, maar dat is niet dat die denken aan Zoetemelk of Jan Janssen of zo, dat zit daarna. Hoe kijk jij naar die generatie? Dan heb ik echt zo gaande Zoon Dekker, Ide Schelling, noem maar op, wie zijn er nu allemaal bijgekomen, tot uiteraard ook Mathieu en Ja. Hoe ik daarnaar kijk, naar die generatie, kijk ik echt met zelfs een beetje positieve jaloezie van, want die gasten zijn echt goed. En Nederlands wielrennen staat er gewoon echt prima voor. Zeker met wat er komen gaat, want we dachten allemaal dat als dadelijk Kruiswijk, Gesink, Mollema. Dumoulin natuurlijk nu een beetje in de lappenmand. Als dat allemaal vertrekt, wat gaat er dan komen? Maar ja, als je ziet dat nu dan weer gisteren die Ide Schelling zo goed rijdt in de Brabant Spel. Van Baarle die dwars door Vlaanderen wint. Het is natuurlijk wel allemaal
als de mannen druk krijgen, kan het allemaal veranderen. Hè? Ik bedoel, het is altijd makkelijker om daar te komen. Om daar een tijd lang te blijven. Pak van Baarle, die op een grootse wijze dwars door Vlaanderen wint. Kreeg een beetje het kopmanschap in zijn schoot geworpen voor Vlaanderen. En dan krijg je toch hele andere schijnwerpers op je. 9:00 komt Van Gramsenberg, hoe heet die? Van Gramsenberg. Die staat. Het is toch anders, hè, weet je? Ja. Maar daar heb ik ook echt aan zitten denken. Mocht die Dwars door Vlaanderen niet gewonnen hebben, want dan was dat echt mijn favoriet voor de ronde geweest. Ja, dan had hij ook veel. Had hij uit de luw te kunnen rijden. Ja. En dat is altijd. We hebben hele goede renners, maar zijn ze ook hier goed? En dat is altijd een beetje iets wat je pas later kan zien. Pak Craig van Avermaat. Op zijn retour zo gezegd. Maar hij wordt wel lekker derde in de Ronde van Vlaanderen. En zat gisteren ook weer lekker te springen en te doen. Dat zijn mannen die zijn zo keihard in de kop. En dat is altijd afwachten met een nieuwe generatie. Die heel goed presteren. Maar presteren ze ook goed als ze dadelijk dat level hebben gehaald. Ja. Maar ja, wij mogen in Nederland niet klagen natuurlijk. Zijn er van die jonge gasten, Nederlanders, die je ziet rijden waar jij jezelf in herkent? Nee, want ik denk dat ten eerste werk ik niet met die gasten. Ik ken ze niet. Ieder mens is uniek. Ja. Dus iedereen is anders. Groenewegen, daar heb ik nog wel eens contact mee. Dat is wel iemand die de sport een beetje op dezelfde manier beleefde zoals dat ik het. Daar herkende ik wel veel in. Hij is natuurlijk spurter. Ik meer klassiek renner. Ja. Maar wel dezelfde beleving. Maar de laatste tijd eigenlijk toen ik nog werkzaam was in het wielrennen. Ja, je ziet heel weinig renners met dat echt dat historische besef zeg maar, van het koers. Het hele... Ja, het ontstaan van het wielrennen, de hele historie van de grote klassiekers, maakt ze allemaal niet meer zo heel veel uit. Dus dan is het heel lastig om je te identificeren met jonge gasten. Maar nu, die Ide Schelling, die zag gisteren, is ook een Hagenees. Dus ja, dan is het wel weer grappig dat je, maar of dan dezelfde soort renner is, ik weet het niet. Maar jij bent toch de man van de grinta ook, hè? Ja, was de onverzettelijkheid en ga wat je net eigenlijk ook zei. Ja, dan zou je misschien een beetje Mollema hebben. Die ook wel zo, weet je, dat is toch ook wel een verbeterde renner. Weet je, die wordt gelost, komt terug. Maar Krinta is voor mij zo'n groot begrip. Weet je, dat is ook maar een woord. Maar dat pakt voor mij eigenlijk, is wel een heel mooi wielerwoord eigenlijk. Want dat pakt alles voor mij, weet je. Als het sneeuwt, regent, je mouwen opstropen en toch gaan. Ja. Tegenwoordig heb je een weatherprotocol en gaan de renners stilstaan omdat ze niet willen rijden. Maakt allemaal niet uit, hè, want dat is gewoon de tijd. Maar Krinta is voor mij, weet je, van... ook de renners het plezier gunnen om in dat scheid weer te rijden. En als je daar goed in bent, daarvan profiteren, weet je. En ook 's avonds aan tafel zitten en kunnen opnoemen wat jouw ploegleider gepresteerd hebt. Dat hoort ook bij Krinta, vind ik. Ja, ja, ja. Allemaal... En ben jij fier op die generatie die er nu is? Want die jongens zijn allemaal wel beginnen fietsen met een poster van jou aan de muur. Nou, ik denk deze jongens niet hoor, want ik word ook oud. Ik ga ook richting de 50. Nee, ik ben heel fier op die, want je weet wat de wielersport inhoudt. Dus de Ronde van Baskeland rijden in 1994 is net zo lastig als de Ronde van Baskeland rijden in 2021. Weet je, die klimmetjes zijn nog hetzelfde, het is nog zwaar. Ze vallen net zo hard, ze moeten weer opstaan. Die sport blijft altijd hetzelfde. En dat was de tactieken veranderen, er wordt ander gekoerst, het materiaal is anders, maar die wedstrijden zijn er gewoon nog. En dat blijft dus. Ik heb altijd respect voor überhaupt dat je het redt als profwielrenner. Of je nou goed wordt of niet. Het is al bijzonder, want die sport, het is gewoon echt, geloof mij, het is de zwaarste sport die er bestaat. En zeker met niet alleen dat het fysiek heel zwaar is, maar ook het vallen. Het 3 weken lang achter elkaar, iedere dag weer op die fiets moeten stappen, ook als je geen zin hebt. Maar vooral het vallen en opstaan en niet moeten zeuren, dat is nog wel eens onderbelicht, maar ik heb zeker respect voor iedere wielrenner die... Ik heb trouwens ook eens een keer gecheckt met mijn vrienden afgelopen dagen. Ik heb gezegd van ja, Michael komt, we hebben ook heel jonge luisteraars die dat Michael niet hebben weten koersen. Van ja, vergelijk die eens een keer met een renner dat nu rondrijdt. En ja, er vielen twee namen. Ik heb dan gevraagd van ja, type renner en ook palmares. Er vielen twee namen, Daniel Martin en Vogelsang.
Is dat een... Nou ja, Vogelsang, of ja, Vogelsang, die ziet er dan nog wel, als ik die op mijn foto zie, dan denk ik dat is nog wel een leuke gast om te zien. Als ik dan die Jan Martens zie en zijn tandjes zie, dan denk ik, alsjeblieft vergelijk niet met mij. Ja, Vogelsang, ja, lang gefietst. Ik zou mezelf meer vergelijken met, als ik dan toch zo niet, met Craig van Avermaat. Ah, oké. Ja, dat vind ik nou echt, dat is echt een rennen naar mijn hart. Ook al voordat hij ooit überhaupt maar één wedstrijd had gewonnen, zeiden wij thuis al, mijn broer en mijn zoon, van, wij waren altijd fan van, je moet dus weten hoe het dak eraf ging bij ons. Toen Craig in Rio Olympisch kampioen werd. En, het is ook trouwens iemand die erg goed tweede kon worden. Die renner trekt mij gewoon aan. Ten eerste heeft hij altijd bruine benen, dat vind ik ook belangrijk. Ja. Weet je, ja, je ziet wel eens renners rijden, die laten het soigneren een beetje. Ik ga mijn kous optrekken. Ik weet niet. Ja, Craig staat mij aan. En Vogelsang is een nette, even een mooie renner om te zien. En veel mooie dingen gewonnen, maar is er altijd. Maar ja, wordt ook vaak, ja, zou misschien wel kunnen. Maar Daniel Martin, die had een beter eindschot dan ik. Ja, is iets meer punchy, hè? Ja. Even nog een tip voor de luisteraars. Ja, bruine benen. Gouden tips? Dagcrème. Nee, want dan blokkeer je van. Weet ik veel. Dat zit ook een beetje in je genen, denk ik. Maar ik vond het altijd heel belangrijk. Ik vond het altijd erg als je in de Ronde van Mallorca of de Middellandse Zee startte. Je deed voor de eerste keer je beenstukken uit. En zo, weet je, daar kreeg ik geen moraal van. Dus wat ik altijd deed was voordat ik naar die zonnebank eerste koers trok. Ja, ging twee keer rond het zonnebankje. En waren mijn beentjes gewoon bruin. En dat, daar gingen ze mij nooit mee foppen. Nee. Ik denk dat mijn renners, of dat mensen mij nog nooit met witte benen aan het vertrek hebben zien staan. Wel witte sokken, daar sta je toch. Dat moest toch hagelwit zijn, hè? Ja, ik trok iedere wedstrijddag, dus niet op training, maar iedere wedstrijddag nieuwe sokken aan. Dus uit plastic. Ja, en die kocht ik zelf. En die bestelde ik dan bij de sponsor, want dan moest je betalen. En dat, daar was je één keer een bedrag kwijt. Maar nee, wel witte sokken. En ik ben toevallig gisteren met mijn zoon naar de Decathlon gegaan. Want die heeft een nieuwe fiets gehad van mij. En die moest zijn outfitje aan. En ik had zwarte sokken voor hem. En hij zegt, papa, daar ga ik niet mee fietsen. Dus dan ben ik gisteren speciaal naar de Decathlon gegaan om witte sokken voor hem te kopen. Dus dat blijft nog altijd. Dat zit in de familie. Maar je ziet ze ook wel, er is een tijd wel. Maar je ziet ze weer vaker op de witte sokken. Ze zijn even weg geweest, maar ik zie met wat voor een sokken rij jij, Dirk? Blauwe. Ik rij met zwarte sokken omdat ik zwarte schoenen heb. En ik vind, zwarte schoenen en witte sokken, dat matcht niet echt. En ook, ik heb ook geen maat zoals Frank van den Broeke, die had Nico Matan. En Nico Matan, die schropte na elke wedstrijd de kousen van Frank van den Broeke schoon. En ik ga ook niet bij elke rit nieuwe sokken kopen. Dus ja. Ja, maar daar zijn heel veel trucken voor. Je kan gewoon naar de Zeeman rijden en daar verkopen ze gewoon sportsokken die eigenlijk perfect zijn voor het koersen. En die kosten nog geen 23 eurocent, geloof ik. Echt? En koerssokken kosten 15 euro. Ja, dat is ook allemaal gehyped, weet je. Dat is tegenwoordig moet je sokken... je hebt natuurlijk die aero-sokken, dat snap ik wel. Die zijn sneller, maar ja, ik bedoel, als je toerist bent, dan kan je net zo goed met een... Het is een goede tip. Wij zijn geen witte toeristen. Witte sokken van de Zeeman, dat is een goede tip. Wij zijn geen toeristen. Ja, ik wel tegenwoordig. Dus ik ga gewoon naar de Zeeman en ik haal er een stel lange sokken. En maar ze moeten ook niet te lang zijn, ik vind. Maar daar heb ik allemaal zelf theorieën over. Maar ik vind, als je van die lange sokken hebt, dat vind ik bij sommige renners niet staan. Als je dikke kuiten hebt, dan mogen de sokken niet verder dan hier komen. Want dan kom je kuiten er beter uit. Maar als ze over je kuiten gaan, dan... Bij Mathieu komen ze hoger. Ja, maar die heeft de benen ervoor. Ja. Maar bijvoorbeeld Dylan Groenewegen, die echt die plof kuit hebt, dan staat dat weer niet. Weet je? Ja. Dus je moet daar ook een beetje zelfgevoel voor hebben. Er komt toch echt veel bij kijken, hè, dat wielrennen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik zie wel dat je benen dan niet geschoren hebt. Dat klopt. Meer. Maar ik heb ook nog niet een korte broek gereden. Maar daar blijf je wel consequent van. Als je de korte broek, dan ga je dat wel weer doen. Ja, die gaan eraf voor de haren. Nee. Okay, van de zomer zijn die eraf. Vaak, ik vind het ook wel een beetje lifestyle. Dat doen we te weinig in deze podcast. Maar goed, dan zal je als Greg van Avermaat liefhebber toch wel blij zijn dat hij het eigenlijk best goed doet. Ondanks het feit dat hij wint misschien niet meer zoveel. Wat dan moeilijker is geworden ook.
Maar op zich is hij toch goed bezig. Krek is aanwezig in de koers, ja, absoluut. Nee, die heeft eigenlijk iedere wedstrijd in dit voorjaar was hij er gewoon. Ja. Eigenlijk vanaf dag één al dat ze daarin... je had daar 3 Franse koersen, Bessèges, Provence. Haute-Var. Ja, een van die koersen waren de Belgen trouwens. Ook Gilbert, die was er ook nadrukkelijk aan. Nou, die koers die wel eens wint. Ja, ik had die Rita Mollema won en daar... Van Avermaet tweede of derde werd, denk ik. Ja. Dus eigenlijk al... ik vind dat bewonderenswaardig, zeg maar, dat renners van... met dat statuur en die leeftijd... nog steeds zichzelf zo kunnen opladen... om tegen deze generatie... die jonge generatie... die echt heel, heel goed zijn... om gewoon nog... er mannetje te staan... en nog bepalend kunnen zijn in de koers. En wat ik bij Krek zo mooi vind is dat... weet je, hoe langer het wordt... zoals Vlaanderen ook. Hij rijdt toch nog even weg met stuiven. Ja, heerlijk. Maakt hij toch eigenlijk vrij genadeloos af in die sprint ook nog eventjes. Ja, ja. Nee, een toprenner. Zullen we naar de Brabantse pijl even gaan? Ik was erop aan het wachten. Ja, sorry. Ik zag ook, er was iets met je blik, maar ik kon het niet precies zeggen. Dus we moesten naar de Brabantse pijl. Tenminste, een van de koersen die jij 2 keer gewonnen hebt. Ja, 2001 en 2003. Ja. Een mooie koers, Dirk. En een perfecte winnaar, Elte Jan. Tom Pidcock, ja, dan moet je inderdaad... Jappen en Dirk zijn... Wij voorspellen al sinds Strade Bianchi en Milan Sanremo dat Tom Pidcock een grote koers ging winnen. Otte Jan geloofde ons nooit. Nee, het is gebeurd. Ja. En hij heeft zelfs Wout van Aert geklopt. De rechtstreeks duel, dat had ik niet voor mogelijk geacht, inderdaad. Maar het is gebeurd en het was overtuigd. Ja, het was met 3 lengte voorsprong. Dus het was een beetje zoals Casper Asgreen en Mathieu van der Poel klopten in de ronde. Niemand had het, denk ik, op een kilometer van de streep zien aankomen. Maar hij ging er heel vlot over. Ik kon het zelf niet zien. Maar dus de finale zelf. Hoe heeft Michel Wuits dit verteed? Want dat zal hard zijn aangekomen. Zoals je weet, ik luister niet naar Michel. Dus ja, oké, okay, maar Jappe, wat gebeurde er met Michel? Ik weet niet meer hoe wat er gebeurde, maar... ik was vooral zelf extatisch. Ik heb hier een paar afleveringen geleden ook gezegd. Een babylichaam met buskruid in, dat is gewoon Pidcock. 58 kilo. Ik heb het ergens gelezen toen, misschien heb ik het ook al verteld. 1300 watt of 1400 watt, 5 seconden lang voor iemand dat zo weinig weegt. Dat is enorm. Ik denk, ik denk dat Michael dat ook wel kan beamen. Ik denk ook wel dat Van Aert een beetje, probleem nu niet, maar dat is ook hetzelfde als bij Van der Poel en met Asgreen. Ja, die mannen hebben zo'n status dat die eigenlijk ook gewoon met iedereen naar de meet rijden en dat die zoiets hebben van, ja, liever strijden ten onder, want ik denk als Van Aert en ook Van der Poel, als die in kopbeurten misschien iets meer gedoseerder doen, winnen ze misschien toch de 2 koersen. Wint misschien toch Van Aert gisteren en Van der Poel tegen Asgreen. En ja, dat is een beetje ook... omwille van wie dat ze zijn. En dat siert u nog, denk ik. Ja, maar de vraag is niet beantwoord. We weten niet hoe het nu met Michel Wuits gaat. Nee, ik ben daar eigenlijk met een boog rondgefietst. Heb jij gisteren gevolgd, de hele koers? Ja. Ik kijk altijd op de Belg. Mijn vader was dan jarig, dus we moesten een beetje een geluid wat zachter zetten. Ja. Maar ja, ik vind het altijd mooi dat ik hoop niet dat mensen mij hierop gaan afrekenen, maar wij vinden het vooral prachtig thuis dat het altijd wel zo gedraaid wordt dat het toch een klein beetje een Belgische overwinning is. Of dat toch iemand al moet het zadelboutje van een renner die uit Nieuw-Zeeland komt, als dat toch gefabriceerd is in België, dat zadelboutje, dan hebben we er toch nog iets. Hij heeft nog een oom wonen in. Ja, dus. Ja, en dat vind ik altijd, eigenlijk is dat toch ook wel... Soms bij Wuits gaat het af en toe wel eens te ver. Want dan denk ik wel eens, oké, tuurlijk, je moet chauvinistisch zijn. Maar dan de Kouwer is daar veel, veel relaxter in. Of veel, veel... Maar Wuits gaat er toch wel ver in. En dat, dat was het mooiste toen Van der Poel won in de Strade. Dus in die laatste beklimming dat hij ook echt... En daar gaat hij. En hij zei ook iets, de Nederlander. Enfin, het is ook een van ons. Ja, inderdaad. Dat valt bij mij niet zo hard op, omdat ik dan een Belg ben. Maar we hebben dat ook met Verstappen, hè. Met Max Verstappen. Ja. Omdat hij een Belgische moeder heeft. En dan zo van, dat is ook een van ons. Ja. Maar dat is dat mag, hè. Ik bedoel, eigenlijk inderdaad... Maar ik denk dat omgekeerd ook misschien wel een beetje is. Hè? Nee, helemaal niet. Nee, dat is echt waar. En dat is in...
Dat, soms snappen wij niet waar de... Ik woon natuurlijk al 23 jaar in België. En soms snappen wij niet waar soms een bepaalde haat, wil ik het niet noemen, maar een bepaalde iets vandaan komt. Want wij hebben dat totaal niet. Weet je, wij... Het enige wat ze in Nederland hebben is Belgen moppen. Ja. Maar wij kunnen dus echt serieus supporteren voor de Rode Duivels. En echt met passie. Maar en, hier en... kan ik heel veel over zeggen. Want ik ben dus ook een Nederlander die al heel lang in België woont. En dat klopt ook inderdaad. En dat ik voel, en dat volgens mij is dat een soort, en ik durf dat niet te zeggen, minderwaardigheidscomplex ding. Dat zo vanaf dat Nederlanders het niet zo goed doen, dan stelt de Belgen enigszins gerust. Ja, maar pak nu bijvoorbeeld, dan gaan we op een heel ander vlak, maar pak Team Vertaal, of hoe heet dat programma? Ja. Er wordt stevast gewonnen door Belgen. Door Belgen. Ja. Stevast. Ja. Als jij een Belg iets hoort uitleggen, is dat veel mooier omkleed. Ik ben daar jaloers op. Hè? Soms denk ik wel eens, wow, ik wou dat ik zo kon spreken. Ja. Dus ik snap niet waar eventueel zo'n minderwaardigheid complex vandaan komt. Ik ook niet, Michael, maar het is wat het is. Maar het is inderdaad niet wederzijds. Ik moet dat altijd uitleggen. Iedereen denkt altijd dat Nederlanders, dat die anti-Rode Duivels zijn. Helemaal minder waar. Maar omgekeerd inderdaad wel. Maar ja, in België zijn toch altijd blij als Oranje verliest. Ah wel, maar ik heb dat eigenlijk totaal niet. Ik ben een beetje een uitzondering daarin. Ja, het is nu niet omdat Michael hier zit, want ik vind ook Michael een beetje de belichaming van een generatie Nederlandse sporters waar ik vroeger altijd enorme fan van was. Bijvoorbeeld Erben Wennemars. Ja, ik keek vroeger naar schaatsen, omdat ja, niet elke cross werd uitgezonden. Dus op zaterdag keek ik dan naar iets, schaatsen. Ja. Pieter van den Hogeband, top kerel. Edgar Davids, die bril. Ja, maar daar noem je nu iemand die België zien die toch totaal niet zit. Ah, wel, en ook gewoon... Help mij nu eens. Zeg ik haat Edgar Davids. Voilà, dank u wel. Mark van Bommel, kom zeg. Nee, om terug te koppelen. Voilà. Nee, om terug te koppelen ook. Ja, in een bepaalde periode in het wielrennen. Ja, waren wij ook niet super goed in die Ardennenklassiekers. En ja, Michael was er in elke finale. Dus ik supporterde ja, super hard voor de Nederlanders ook. Ja, met voetbal ook, hetzelfde. Maar ik merkte wel dat ik bij mijn vrienden zo wat de enigste was. Ze noemen mij soms een Hollander, omdat ik ook altijd een fan was van Sven Nys. En dat ook ja, met zijn Sint-Michiels Gestel debacle. Ook een halve Nederlander. Dus ja, ik ben een uitzondering. Ik heb ook geluk gehad, want ik weet dat ik de eerste keer Vlaanderen reed, dan stonden we daar in Brugge op de markt of op dat plein. En ik kwam daar, het was een ander jaar, ik was mijn laatste jaar Nederlands kampioen en ik werd geïnterviewd door Wuits volgens mij. En ik werd echt toegejuicht door het hele plein. Deed me echt wat, want toen denk ik, oh ja, ik heb het als Nederlander niet zo slecht in België. Ah ja, weet je, dus ze supporten. Maar ik heb daar massa mee gehad. Maar pak bijvoorbeeld Richard Groenendaal. Oh. Die heeft best wel afgezien als crosser in België. Terwijl die nu af en toe analyse doet op tv. Heel goed doet. Top analist. Ja, vind ik ook. Top, weet je. En het is soms ook een beetje de perceptie. Mijn zoon bijvoorbeeld op school. Die moet iedereen natuurlijk. Die is Nederlander, maar die is geboren in een Brasschaat. Die weet niet anders. Die snapt er helemaal niks van. Die snapt niet waarom kijken ze anders naar mij. Omdat ik een Nederlands vader heb. Weet je, dat is ook wel voor de grap soms. Maar soms heeft hij er wel eens lastig mee. En dan zegt hij van, weet je, ik krijg altijd te horen. Ik krijg het altijd extra te horen als er een Belg gewonnen heeft. En ze Mathieu hebben geklopt of zo, weet je. Dat altijd, en dat doet meer eigenlijk als dat wij ons wel eens beseffen. Weet je, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Ik denk dat in het wielrennen nog anders is dan in het voetbal. Ik denk dat Vlamingen perfect kunnen supporteren voor een mooie renner of een goede renner. Maar in het voetbal heb je gewoon, ja, je hebt zo lang die dominantie van Nederland gehad, met al die grote ploegen, ook nationaal, internationaal. En België was er altijd de underdog, terwijl dat bij wielrennen was het andersom. Daar hebben we altijd wel meegespeeld op het hoogste niveau. Ja, en ook ik denk dat bijvoorbeeld veldrijd publiek is weer ander publiek. Is een ander publiek dat zat ik ook net te denken. Dat is voetbalpubliek. Dat is een dronken publiek. Ja, maar ook weg, ja. Mensen die zijn langs de wegkoers staan. En dus toch altijd wel anders. Maar even terug naar de Brabantse pijl. Dus Tom Pidcock, gefeliciteerd mannen. Het is gebeurd, jullie kunnen rustig afscheid nemen van dit voorjaar. Hij heeft zijn koers binnen. Ja, nee, hij heeft dinsdag is hem de Amstel gaan verkennen. Dus ik denk, ja, terug ook superveel kans. Ah, ja, maar ik kijk al een gans voorjaar uit naar eigenlijk de Waalse pijl. En daar zijn debuut. En dan gaat hem gewoon eigenlijk iedereen erop leggen. Okay. Maar sorry dat ik... Nee, maar ik noteer nu alvast Pidcock Amstel. Hè, dus daar mag je straks niet meer op terugkomen. Ah, nee, maar voor de Waalse. Kom jongen, de Waalse.
Bij de vrouwen. Dus even kijken. Bij de vrouwen wonnen Nederlandse, maar ze wonnen uiteindelijk niet omdat ze tweede werd en omdat ze voor SD Works rijdt. En die winnen nooit natuurlijk, dat weten we nu toch dan vandaag. Dat is mijn fout. Ja. Ik heb hier ooit stellig verkondigd dat Jolien Doorig en Twevel gingen winnen. En sindsdien heeft SD Works niet meer gewonnen. Dus ik neem de schuld op mij. Ze juichte te vroeg, Michael. Gisteren? Ja, ja, ja. Ik heb de dameskoers niet gezien, sorry. Iemand van de luisteraars reageerde via Instagram, Emma_4B, it didn't work out for Vollering. Dus eigenlijk, een vrouw met zo'n flauwe woordspeling, ja, het is toch wel aantrekkelijk eigenlijk. Ja, dus dat, je hebt ze eindelijk gevonden, je even. Ja, inderdaad. Ja, heb jij ooit in je carrière te vroeg gejuicht? Dat jou het Nee. Ten eerste kon ik niet zo vaak juichen. Ja. Ik won niet zoveel, dus te vroeg juichen, dat zat er al helemaal niet in. Ik was wel überhaupt blij als ik überhaupt kon juichen. Nee, ik heb het nooit meegemaakt, gelukkig. Want ik vind dat echt zo verschrikkelijk om te zien. Ja. Net zoals dat je die Alain Philippe toen met Luik Bastenaken-Luik. Ja. Echt de allermooiste koers die er bestaat op de hele wereld. Je gewoon gaat winnen en dat je dan te vroeg juicht. Maar dat is ook ik word ik gewoon eng van als ik daar aan denk. Maar die foto, ik kan er naar blijven kijken. Oeh. En dan nog eens met de wereldkampioen. Het is dat die wereldkampioen was, hè, maar dat is toch erg? Ja, maar met die trui en daar zegengebaren. Ja, dan zie je Roglic nog. Het grappige was dat het meisje gisteren echt wel juichte en ervan overtuigd was dat ze gewonnen had. Ze bleef overtuigd. Ze bleef overtuigd, want al haar ploegmaten kwamen en ze zei van het was zo nipt, maar ik ben gewonnen. En ze was er echt heilig van overtuigd. Ja. En dan zie je die finishfoto, dan zie je echt letterlijk, ik denk dat het millimeterwerk was. En wij hebben dat ooit eens meegemaakt in, dat is eigenlijk misschien wel leuk verhaal om te vertellen, in Tirreno Adriatico in 2003. Cipollini, die was wereldkampioen hier in Zolder geworden. En Cipo natuurlijk helemaal zijn outfitje, die had zijn handschoentjes, daar binnenin stonden de regenboogkleuren, dat als die won, dat iedereen dat zag. En we hadden de laatste rit en San Benedetto, en dat werd altijd massaspurt. En die man reed op kop natuurlijk van zijn ploeg. En Steven de Jong die komt met Frère in het wiel daar een beetje kwakken. Ik zat erachter, want ik stond derde in het klassement. Dus ik moest ook van voren rijden. En Cipo die begon tegen Steven de Jong zo te duwen de hele tijd. En het begon zo. De Jonge. Dus bam, een duw. De Jonge. Nog een keer een duw en nog een hardere duw. De Jonge. Dus die werd helemaal gek, Cipo. Dus ja, Steven op een gegeven moment weg. En je krijgt die spurt. En Cipo die ging winnen, die steekt zijn klauwen omhoog. En wat doet Frère? Die drukt nog net zo. Je moet maar eens die foto opzoeken, schitterend. Dus daar hebben we zo vaak om gelachen. Maar hoe vreselijk is het, wat jij net zegt. Weet je, ze verliest met zo'n... Het gebeurt echt nog vaak eigenlijk. Allee, het is al veel gebeurd. Ja. Dus ook echt, ik denk dat Frère dan nog beter kan dan een ander. Want zo iemand een aantal keer gedaan. Zabel ook in Sanremo. Ja, Sanremo hetzelfde. Ja, 2010 de Zabel in Sanremo. Maar Vollering, zij claimde die overwinning, maar is dat ook niet een soort van tactische zet? Want stel dat ze echt tegelijk zijn, is dat niet een iets dat ze bij de jeugd van je moet het afdwingen? Ja, maar misschien, maar tegenwoordig, je kan toch altijd op een foto ga je altijd een verschil zien, hoe klein ook. Maar is dat niet iets van vroeger, van ik dwing het af? Ja. Dat leer je wel bij de jeugd. Ja, weet je, dat je je hand in de lucht steekt en dat ze je dan zien als jurylid. Maar tegenwoordig met die transponders en ook de... Meestal, dat zeggen ze toch altijd, weet je, een renner voelt wel of een renster, die voelt wel of ze, gewonnen hebben of niet. Ja, we hebben nog zoveel dat we moeten bespreken eigenlijk. Ja, nog één keer over die vrouwenkoers. Ja, kom maar. Ik zag iets passeren. Een 22-jarige Litouwse renster... Foute afslag tijdens de koers en die was ineens verzeild geraakt op de Brusselse ring. Ineens op de autostrade. Ja, maar dat is funny dat je dat zegt, want ik was gisteren op de... Ik heb ze niet gezien of zo, maar ik zat op de Brusselse ring in de file en er was een wagen van officieel uit de wedstrijd, Broomwagon stond erop, dus de bezemwagen, die stond naast mij in de file. Dat ik dacht van, wat doet die hier? Die moet in koers zitten, maar waarschijnlijk was hij dus op zoek naar dat meisje. Maar dat is echt iets wat vaak gebeurt, veronderstel ik, zeker bij vrouwenkoers, waar misschien nog niet alles netjes is afgezet, of tenminste dat is helemaal hetzelfde circuit, hè? Nee, maar wat dat soms wel gebeurt, of wat je wel vaker hoort, is dat renners die gelost worden uit het peloton, denken van, ik snij af, ik ga richting het hotel, en dan hopeloos verloren rijden. Ja. Stel je eens voor, hè? Je komt uit Litouwen en je komt hier in België op kronkelwegetjes en je moet naar
je moet naar Overijzen en je ziet in één keer een groen bord en dan zie je zo'n pijl met Overijzen. Ja, dan rijd ik daar ook op hoor. Ik bedoel, dan ga je toch niet... Dan ga je maar over de vluchtstrook, ja toch? Dan komt je ineens aan de Brusselse ring, zie je een pijl, Vilnius, 1600 kilometer. Ja. Ik denk dat Michael samengereden heeft met de beste verkeerdrijder die er ooit was. En met Oscar Freire, die kwam dat soort zaken wel van. Ja, 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 dat was echt een man. Dat was echt, of, soms heb ik heb wel eens het idee... Dat, ja, ik bedoel, als je 3 keer wereldkampioen wordt en zoveel wedstrijden wint... en dan zo voordoen dat je zoveel fouten maakt, zeg maar... Dan, ik dacht wel eens dat hij er gewoon dat hij met ons voeten speelde. Ja. Ik wou kloten zeggen. Maar dat is ook zo het verhaal dat hij ooit op een WK ergens een taxi... dat hij niet meer wist in welk hotel dat ze sliepen... en hij dan 3 uur de stad heeft rondgereden met een taxi... elk hotel af geweest. Oh, dat is uiteindelijk het hotel van de Spanjaard. Dat verhaal ken ik niet. Ik weet wel het verhaal van 2003... dat Steven de Jong voor ons Rabobank E3-prijs won. De dag daarna was het de Brabant Spel, dat is op rondjes. En Freire die komt in de finale naast mij rijden. Steven was voorop met Wezenman. En wij waren in ons oortje aan het luisteren. Gaat hij winnen, weet je? Dat was je benieuwd naar. En Freire die komt en die zegt... Hey, Boogie, how many laps? Maar het was gewoon aankomst. Dat soort dingen had hij. Terwijl het volgende dag gewoon Brabant Spel was. En ja, die was echt... die kon zonder koersbroek beneden komen. En op zijn fiets springen. En dan had hij wel een lange broek aan, maar zonder seam. En dan, I forgot my pants, weet je. En dan moest hij weer terug, allemaal. Ja, die was heel apart. Die nonchalance was ook zijn sterkte misschien. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Goed, maar... Brabantspel. Zullen we de Brabantspel zo even afsluiten? Ja. Een mooie koers, inderdaad. Een mooie winnaar en mooie winnaars. Bij de vrouw won uiteindelijk Ruth Wilde. Die dus bleek dan toch dat bandje mee te hebben. En onderschreef de ongeschreven wet dat je toch eigenlijk altijd pas op... Als je over de streep bent, mag juichen. Enfin, moeten we het nog over de ronde van het Baskenland of ronde van Turkije hebben? Misschien... Ik kom heel kort over allebei... Ronde van het Baskenland. Iets van gevolgd, Michael? Ja, hè? Ja, ja. Ja, prachtig, hè? Ja, schitterend laatste. Tactisch vernuft van Jumbo-Visma. Ja, dat tactisch vernuft, daar ben ik nooit zo van. Want dat zijn altijd, als Roglic had verloren, dan waren ze volledig... Maar dat was ook zo. Want eerst zei iedereen, de dag dat McNulty het geel pakte, was iedereen van, was dat een tactische blunder? Maar dan met terugwerkende kracht bleek dat een geniale ingreep geweest. Ja, tuurlijk. Dat is altijd achteraf. En dan is het als ploegleider ook heel leuk om dat te melden. En dat ik zei het vandaag nog in een interview... Of met het laatste nieuws of met iemand anders, maakt niet uit. Maar zei ik van, die vroeg aan mij, wanneer kan jij je nog 1 wedstrijd herinneren die echt gewonnen is door een echt een tactische ingreep van de ploegleider? Ik zeg nou, ik voor mezelf kan ik er 1 herinneren, maar dat ik het zo... Ik kijk ook de ronde 101, de ronde 102, de ronde 103 en dan zie je de ploegleiders in de auto allemaal goede ex-renners die allemaal dingen roepen van als je berga op de muur, rustig Philippe, rustig Philippe, je gaat te vroeg en weet ik het wat. Maar hij gaat wel zo over de streep, weet je. Dus dat de renners die zijn zelf wel keen genoeg en zeker de renners die winnen, die zijn zelf wel goed genoeg om een wedstrijd te winnen. Dus dit is ook het wedstrijdverloop. Schitterende, mooie laatste rit. Astana, Movistar, die aanval in de afdaling. Wat denk ik Roglic zelf niet had gedaan, maar daardoor komt hij wel in een goede positie. En natuurlijk wel de sterkste renner, want hij is gewoon de sterkste meerdaagse renner ter wereld. Ja. Dus hij verdient daar ook te winnen. Maar dat ze allemaal zo bedacht is, nee, dat op voorhand, daar geloof ik geen reet van. Nee, mijn eerste gevoel was wel van, als het nu zo goed gaat, dat kan maar 1 ding betekenen. Dat wordt een dramatische tour voor Jumbo-Visma, als het nu zo goed gaat. Nou ja, verleden jaar ging het ook heel goed. Hij won een beetje zo alles wat erin viel. En Parijs-Nice is dan fout gegaan, maar... Ah ja, oké, ja. UAE, Emirates, die hebben wel serieus, zijn wel verbeterd als ploeg, denk ik. Die drukken in iedere koers de stempel. Hebben echt goede renners die ook een koers kunnen controleren. Maar ze hebben wel een tikje gehad, denk ik nu. Ik denk dat ze nu toch zoiets hebben gehad van, ja, ik weet niet, met de Tour dat eraan komt. Ja, maar ik denk dat... En nu ben ik aan het speculeren, maar ik denk dat ze bij Jumbo... En je zegt van tactiek speelt niet altijd een rol. Ik denk in een dagswedstrijden sowieso minder. Maar denk je niet dat ze nu zo eens wel hebben gepolst bij UAE van... Oké, we gaan de wedstrijd niet dragen en we gaan niet zien hoe Pogacar reageert. Als wij het niet in handen nemen. Want Jumbo zei van, los het maar op, dan wint McNulty maar. Nou, goh, ja.
Ik vind het een hele lastig, omdat ik zou het zelf nooit zo doen, namelijk. Dus ik ken de ploegleiders daar, en Maas en Nierman. En Krisha Nierman is al helemaal niet iemand die was een toprenner, maar dat was niet iemand die zelf heel veel druk aan kon. Dus als die zo'n beslissing maakt, echt in de koers, zou ik echt van versteld staan. Weet je, zo van, weet je, doen het maar. Maar Ze hadden daar natuurlijk, Vingegaard. Dus ze hadden ook nog een nummer 2 die ook heel goed reed. Dus dat was ook altijd wel een soort backup. Maar dat het echt zo besloten is. Laat ons zeggen dat het wellicht niet zo bedacht is. Maar ineens had McNulty geel. Daar hebben ze inderdaad gepokerd en verloren. Maar achteraf hebben ze dan wel gezien van, god, het was eigenlijk wel comfortabel om niet... Tuurlijk. Ja, waar ging het over? Het ging over nog 2 dagen op kop rijden of 1 dag op kop rijden. Dan gaan we een beetje op ze. Ik had het er toevallig over met Steven de Jong. Niet dat wij Jumbo Visma afkraakt of zo, maar je hebt het gewoon over die tactiek en dingen. En dan een beetje in Johan Cruijffse bewoordingen te blijven. Van ja, je kan maar beter aan de leiding staan, toch? Als dat je moet achtervolgen. En daarom vond ik het een. Dan zou het echt, als het echt zo bedacht is, dan is dat wel echt heel geniaal geweest, weet je, om die trui te verliezen en hem dan op die manier terug te pakken de laatste tijd. Maar zoals ik het weet, wil een renner altijd, de trui geef je niet zomaar weg. Ja, of je geeft hem weg aan een sprinter, maar niet aan een renner die ook lekker bergop kan. Nee, en zeker niet tijdens een ronde van een week. Omdat ja, na een paar dagen is hij toch voorbij en 3 weken denk ik wel dat je zijn trui kunt afgeven. Ja, nou ja, zeker aan een sprinter of aan een... Ja, voilà. Dan ben je van die druk af, maar aan een renner die redelijk bergop rijdt, redelijk goed bergop rijdt, is het toch wel een risicootje. En daarom zeg ik, als het echt zo bedacht is, dan een dikke chapeau en een echt geniaal. Roglic is wel in orde, hè? Alweer. Roglic is in orde. Pogacar is ook in orde. Hè? Ik denk dat Pogacar eigenlijk heeft op mij meer indruk gemaakt, ook al verloren. Hè? Want in die laatste rit loopt hij eigenlijk achter de feiten aan. Hè? Hij moet met McNulty rekening houden. Ja. Moet eigenlijk, ja, gaat hem achterlaten, mag hem voor zijn eigen kans rijden. Hij blijft er zo lang mogelijk bij. Ze rijden daar dan inderdaad met Astana, Roglic, die afdaling als maloten naar beneden. En dan rijdt hem toch op die laatste klim nog vol er naartoe. En komt op 40 seconden binnen, denk ik. Of minder. Ja. Dus hij heeft een hele grote indruk gemaakt op mij. Ja. Ja. Maar bol, de discussie, moet Roglic gaan knechten voor Van Aert, is bij deze... Beslist. Beslist, hè. Van Aert, ga lekker knechten voor Roglic. Roglic heeft nog een, klein rekeningetje openstaan van het WK natuurlijk. Ja, hè? Dus dan mocht het in de Amstel... Nee, dat is een geintje, maar... Fantastisch. Dat is echt heerlijk, inderdaad. Daar kijk ik wel naar uit. Amstel Gold Race, dat die gaan samenrijden. Oh, ik ga gewoon de hele tijd... Ik ga alleen luisteren naar sporten. Ja, nee, maar dat zit wel goed. In de ploeg zit het wel goed. Denk ik. Ik denk dat het meer door de omgeving buiten de ploegen gecreëerd is. Dat Roglic niet zou rijden voor Van Aert op een WK. Dat was natuurlijk... dat sloeg kan nog wel. Ja. Ik heb het met deze week wel nog afgevraagd van... Ja, degene dat de selectie moet maken voor Jumbo-Visma, voor de Tour. Goh, dat is toch niet gemakkelijk. Omdat je nu ook, ja, Vingegaard komt ook wel piepen. Er zijn ook wel een paar namen. Ja, wat dat betreft, die types hebben ze genoeg. Ik denk dat het heel makkelijk is. Ja, ik weet het niet. Als je zoveel goede renners hebt. Maar je kunt ze niet allemaal meepakken. Nee, dat is waar. Je pakt alleen de beste mee. Oké, ja. We gaan nu niet de selectie maken, maar... Ja, maar maak hem eens. Dat is eigenlijk toch heel gemakkelijk. Van Aert, hoeveel mogen we meepakken? 7, 8? 8 toch? Grote ronde, 8. Als je Van Aert en Martin, de sprinter gaan ze niet meenemen. Nee. Dus, Teunissen gaat die oké. Okay. Nee, dus... Die is er een tijdje uit geweest. Nee, ze gaan sowieso klimmers mee moeten pakken. Oh ja, maar klimmers, pakt dus koers mee. Dus wacht. Ik had al Van Aert en ik had Martin voor gewoon je... Ja. En dan pak ik nog... Als ploegleider van Jumbo-Visma zeg ook Gesink voor de sfeer. Sowieso. En dan Koes en Vingegaard. Die heb je nodig. Ja. Kijk, ik heb nog 3 plaatsen over. Bennett heb je nog. Je hebt Bennett en je hebt Kruiswijk. Je hebt ook nog Kruiswijk. En je hebt Roglic. Tada. Het is precies ook Maar dan moet je kijken. Kijk, die. Je hebt misschien nog één. Je hebt misschien 1 klimmerke, moet je misschien nog thuis laten ten voordele van... Antoine Tolhoek nog erbij zien. Antoinito. Ja.
Die reed Sam Omen is de Tour van Rijden heel goed. Omen heb je ook nog. Ben Omen. Ja, en Sam Omen is ook terug echt coureur aan het worden. Hè? Ja. Ja, maar ja, je moet niet alleen klimmers meenemen. Nee, dat is waar. Kijk, je hebt natuurlijk ook mannen nodig. En dan komt Van Aert weer in zo'n positie dat die dadelijk... kijk, die moet dadelijk ineens alles oplossen. Hè? Dat is waar. Weet je, die moet en de kopman uit de wind houden. En die moet af en toe nog eens een sprintje trekken. En die moet nog voor het groen gaan. En dan moet die bergop nog op kop rijden. Ik ga mijn selectie aanpassen. Ik haal Koes eruit en ik doe Van Emden erin. En Koes, die gaan we in de... Nee, jij bent niet mee. Nee, kan ze niet doen. Gaat het bergop niet. Oké, nee. Van Emden haal ik er weer uit. Ja. En Wijnands rijdt niet meer, hè. Dat is jammer. Nee, is gestopt. Maar Mike Teun... Komt Mike Teunissen er terug in? Nou ja, dat is al... Kijk, die ploegen, die houden natuurlijk... Met een aantal renners gaan ze naar die Tour toewerken. En mits, of ja, dat er niks gebeurt, weet je, dat ze niet vallen, geblesseerd. En daar blijven natuurlijk, ze houden altijd wel twee plekjes over voor de mannen gewoon in vorm. En dat is ook, een kopman gaat ook bepalen van, ik vind het fijn om bijvoorbeeld een Tony Martin erbij te hebben. Ja. Die me altijd doet wat ik vraag. En soms is zo'n renner belangrijker dan een hele goede klimmer. Mocht jij dat vroeger bij Rabo, mocht jij het voor het langlijstje? Ja. Wie stond er altijd op jouw lijst? Heel lang Mark Lots. Ja. Ah, ja. Later nog voor Quickstep. Dat was echt mijn superknecht. Bram de Groot. Maar ik heb zelfs ook één keer geopperd in 2003. Steven de Jong, die moest toen opdraven voor de Amstel. Die was eigenlijk al klaar naar Roubaix. Maar toen zei ik toch tegen Van Houding, ik zou toch wel fijn vinden als Steven rijden. En die hoeft gewoon tot 210 kilometer. Moet hij niks meer doen dan alleen voor mij zijn daar. En deed hij perfect. Maar die had waarschijnlijk vakantie gepland en die kreeg dan Nee, maar dat is... Komma moet zich ook comfortabel voelen. En dan kan het wel eens fijn zijn dat je in de Tour, is natuurlijk 3 weken, dat je wel eens een renner meepakt die heel moeilijk de berg overkomt, maar die er wel altijd is in vlakke ritten. En dat is denk ik... zij gaan nooit meer zo het initiatief pakken als dat ze verleden jaar hebben gedaan. Dus dan kan je misschien wel opperen bij Jumbo-Visma om een renner mee te pakken die gewoon heel goed op het vlakken is. Heb jij ooit koffiezetapparaten gekocht na een overwinning in bijvoorbeeld de Tour de France voor je teamgenoten? Of horloges? Of we hadden die laatste Sage Pauls, die had een Rolex van Mark Cavendish ooit gekregen, omdat hij dan gewonnen had en dat hij daar zoveel werk. Waar heeft Mark Lots ooit van jou gekregen buiten vriendschap? Lots kreeg meestal een enveloppie. Oké. Okay. Ik was niet van de cadeautjes, ik was meer van de enveloppies. Okay. En volgens mij vonden de meeste renners dat ook het leukste, zeg maar. En ook personeel kreeg altijd een enveloppie van mij. Ja. En tot daar is ook het cliché van dat Nederlanders gierig zijn ook volledig ontkracht. Oh, nee, maar dat weet ik zeker. Als je nu het oude personeel van de ploeg gaan vragen, dat ik nooit... Nee. Ik gaf nog wel eens een rondje. Okay. Ja. Ik weet niet goed van waar dat cliché komt, maar ik ben nog nooit een gierige Nederlander tegengekomen. Dus dat is ook alweer zo'n misverstand. Voilà, ja. Misverstand. Even de ronde van Turkije. Gauw. Leuk, Mark Cavendish. Maar hij moet ook niet overdrijven. Hè? Ja. Maar het was ook... Zij is al bezig trouwens, of niet? Ja, waarschijnlijk heeft hij zijn vrienden alweer gehaald. Maar wat ik trouwens... Ik de eerste keer dacht ik, dat was dus Cavendish, Philipsen en fucking André Greipel ook, hè? Dat was er toch ook wel weer, hè? Het zegt ook iets over het niveau van de Ronde van Turkije. Ik weet maar het. Ik vind het wel straf dat hij het nog altijd kan, Cavendish. Ja. En ik vond die eerste sprint die hij won, dan sneed hij er zo tussendoor en maakte eigenlijk de afstand tussen zichzelf en de streep zo kort mogelijk. Als hij rond Philipsen geweest, denk ik niet dat hij het nog haalde. Maar dat was echt zo het instinct van de topspurter dat er terugkwam. Dat was oldschool kid eigenlijk, hè? Echt de pistier. Ja. Ja. Ik las ook zoiets van de calfback van de comeback, want 2 jaar geleden hadden we de Kimback met Kim Kluisters. Dat is niet zo'n groot succes, maar nee. De calfback, ik weet niet wat we nog allemaal kunnen verwachten. Ja, kijk maar, ik kan... Wat jij zegt over dat hij zo... Gisteren ook die actie, dat hij gewoon nog durft zijn benen stil houden, dat hij voordat hij aangaat. Dat is toch ook wel echt het instinct van, oké, ik moet nog niet, want als je zoveel vaart hebt, dan wil je eigenlijk wel gaan, denk ik. Maar het instinct en het vertrouwen is helemaal terug, veronderstel ik toch. Ja, maar je ziet het al, dat hij vanaf het begin van het jaar toch wel ook in hand samen natuurlijk verlies je daarin, maar wel de wil om weer daar te zijn. Maar dat vond ik verleden jaar eigenlijk ook al dat die koers die werd afgelast vanwege corona, die UAE Tour denk ik, dat was die toch wel aanwezig ook en probeerde die wel. Het is wel zot hoe dat de media er ook mee omgaat, omdat hij werd tweede na Merlier denk ik in de GP Montserrat en de Engelse media, Cycling Weekly, Cycling News, Kev second. Dus ze vernoemden niet de winnaar, maar gewoon Cavendish tweede. We lachen wel eens met Patrick Lefevre en zeggen terecht ook wel, maar hij heeft dat
godverdekken goed gezien. Hè. Hij wist ook, hij had hier niks te verliezen. Hij had ook meteen getweet dat, dat het zijn verdienste was. Ja. Natuurlijk, enige nederigheid is hem compleet vreemd. Maar hij heeft ook eerder gezegd, ik weet niet dat jij het stuurde, door geloof ik, Jappe, van, dat hij destijds ook aangaf van, kijk, ik ga die binnenhalen. Iedereen gaat dat geweldig vinden dat ik die binnenhaal. Als hij niks verliest, is het zijn schuld. Als hij niks wint, is het zijn schuld. Als hij wel wint, kan ik dat allemaal op mijn konto schrijven. En dat is hij nu ook aan het doen. Dat is een win-win-win-win-win-win situatie. Maar op een of andere manier hebben ze het daar al een paar keer gedaan. Hè. Met Kittel was dat ook het geval. Kittel was ook bijna afgeschreven voor het wielrennen. Ja. Oké, op een ander. Hij was nog een pak jonger dan Kev. Maar hij haalde hem toen ook binnen en hij deed hem toen ook terugwinnen. Ik zeg ja, twee. Ik denk dat Lefebvre überhaupt, als je dat iedere renner die daar weggaat, die gaat nooit meer rijden wat die bij Lefebvre heeft gereden. Ja, dat is echt maar heel weinig. En omgekeerd, inderdaad, hij kan dat risico pakken. Mag ik twee woorden zeggen? Peter Sagan. Oeh. Ja, kom, nu zeker toch. Die ziet dit toch ook? Enfin, daarmee zijn ze gevallen. We gaan er niet te lang over doorgaan. Ik wil het ook nog even over Fabio Jakobsen hebben. Nog een van die, de Koning Quickstep mannen. Iedereen is super blij dat hij er terug bij is. En zij terecht, wij ook. Te gek. Maar ik zag gisteren, maar ze overdrijven natuurlijk ook wel met al die artikeltjes. En gisteren was er een foto, je gaat die ook wel gezien hebben, na die valpartij, dat Fabio Jakobsen stopt bij de valpartij om eventjes een vuistje te geven of te checken hoe dat gaat. En dat gaat dan de wereld rond van, wat een fantastische kerel is dat. Maar ik las daar iets anders in. Ik zag, die ziet een valpartij en die is daarmee bezig. En niet meer met de koers. Met andere woorden, is dat niet mogelijk een probleem? Voilà, dat wil ik even neerleggen. Doe er jullie ding mee. Daar gaan jullie. Nee, denk ik niet. Ik denk dat het anders zou zijn. Moest hij volop betrokken geweest zijn bij die spurt. En moest hij dan in de reppen knijpen en stoppen. Dat is iets anders. Nu was zijn rol al uitgespeeld. Hij komt achteraan en hij ziet ploegmaats op de grond liggen. Dan spreekt dat alleen maar in zijn voordeel dat hij even vraagt van gaat het? Dus ik zie er nog geen probleem in. Oké, ik ben blij dat we hier als volwassen mannen over hebben kunnen praten. Ik hoor dit toch even op tafel liggen. Maar ik weet niet wat. Nou, ik zie er ook niet zo'n probleem in, omdat ik denk, ik zag hem gisteren, het was volgens mij gisteren of eergisteren, in de finale Kev van voren houden. Mm-hmm. Nou, als renner weet ik nog wel, dat is al heel nerveus. Het is nog net even iets anders dan in de spurt jezelf erin gooien en wel dat gaatje in te duiken. Maar op het moment dat hij daar van voren rijdt, met Kev in het wiel, is die A, fysiek al redelijk in orde. En B, hij durft ook daar toch te zijn. Dus als hij nog iets van angst zou voelen, dan had hij dat al niet gedaan. Dus, maar daar is toch veiliger als midden in het pak? Ja, maar ja, dat ziet er op tv zo uit. Maar geloof mij maar dat ik. Ja, je hebt daar vaak gezeten, hè? Nou, rij eens de nieuwe Quaremont naar beneden en rij naar de oude Quaremont toe. Dat ziet er allemaal, daar rijdt peloton breed uit. Dat is een van de engste momenten die ik ooit in mijn leven als wielrenner heb meegemaakt. Is naar de Quaremont rijden, de nieuwe Quaremont naar beneden. Dat is echt verschrikkelijk. Terwijl het er op tv heel cool uitziet. Zo van, ze moeten zich niet aanstellen, weet je. Een keer kwakje en een dingetje. Maar dat is echt eng. Dus daar zitten, daar komen. Iedereen komt van achter. Ja. En het is een super brede weg. En op brede wegen wordt ook gewoon het meest gevallen. Ja, nou ja, vaak en vaak slecht gevallen ook. Ja. Nee, maar dat zijn hele enge momenten. En dat überhaupt in een peloton rijden. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar dat ja, maar ik snap. Je ziet zeker tegenwoordig. Zie je vaak die beelden van op die fietsen. En mijn hart staat ook wel stil als ik dat zie. Het gaat geen 30 aan duren. Hoe langer dat je fietste, hoe meer dat je daar bewust van werd. Of neemt die angst toe naarmate je fietst. Of naarmate de jaren verstrijken. Of had je dat van het begin al met die. Nou ja, toen ik bijvoorbeeld Aix-les-Bains won. Toen vloog ik daar over die rotondes. Dan had ik geen angst. En later word je wel mijn laatste ronde. Of de laatste Eneco Tour die ik reed door België en Nederland. Had ik echt zoiets van, ja, ik wil nu niet meer vallen en dan werd ik echt bang. Tuurlijk, maar als je in de Ronde van Vlaanderen zit of in de Luik-Bastenaken-Luik of in de Amstel, je moet naar de Quaremont, je moet naar Côte d'Ivoire. Ja, dan ik vergat dat totaal en dan gooide je er gewoon in. En dat zolang je dat niet, als je dat niet meer hebt, dan moet je echt kappen met fietsen. Dan moet je lekker tijdrit gaan rijden. Woensdag heb ik nog eens het circuit daar rond Oudenaarde gereden en ik zat eraan te denken, ik deed die Maria Borresstraat, ik weet niet of je die nog ongeveer voor de geest. Ja, Steenbeek Dries. En dat ik echt dacht van, dat is echt bijna onverantwoord dat hier een peloton over moet rijden. Ja, hoe jij daar naar binnen vliegt, hè? Want dan kom je van die brede weg af. En zelfs als Haaghoek, hoe je daar. Dat daar, is maar wat daar, rechtertje. Echt, als ik krijg er nou gewoon kipvel van. Als ik daar nog aan denk als renner, als je daar zo op afkomt gereden van. En dat je dan
Ja, met zo'n snelheid dat je denkt, dit kan helemaal niet. Weet je? Dan, ja, ja. En toch vlieg je eroverheen. Ja. Nee, dat is echt heel eng. Renners, het zijn vreemde wezens. De Amstel Gold Race, dat is de race waar we toch naar uitkijken. Of waar we het vandaag eens over gaan hebben. Dat zie ik na 70 minuten podcast. We gaan het er heel kort, want we moeten er wel op vooruitblikken. Ook jouw koers, hè, Michael. 1 keer gewonnen, maar altijd erbij. Ja, ja. Jouw ploeg ook, hè? Rabo was er toch altijd bij, ja, Dirk? 8 keer top 10, hè? Mr. Ja. Amstel, maar ik weet niet of we Mr. Amstel mogen zeggen. Nou, Gilbert tegenwoordig en Jan Raas. Jan Raas, Amstel Gold Raas. Maar die zijn hier niet, dus bij afwezigheid van Jan Raas... Mag ik de honneurs waarnemen? Ja, dankjewel. Mister, de tweede ere, mister. Ik ben hier wel al heel een tijd Gilbert aan het drinken. Ik dacht nog Amstel in huis te halen, maar het is mij niet gelukt. Nee, maar bijzondere koers toch, hè, Amstel? Ja, zeker. Nee, voor een Nederlander en zeker een Nederlander die op die parcours uit de voeten kan, is een belangrijke wedstrijd. Voor mij was het een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Ook de sfeer. Veel publiek, vergelijkbaar met de Ronde van Vlaanderen. Je naam wordt heel de dag gescandeerd en een parcours wat je aan kan. Ja, ik vond het een schitterende koers. Het gaat dit jaar natuurlijk wat anders zijn, omdat het op een rondje is. Het is een ander koersverloop. Maar ja, Amstel past zeker in het rijtje. Ik wil niet zeggen een monument, want dat moet echt gehyped worden. Maar het is een super zware koers. En ik heb hem 12 keer gereden, denk ik. En een paar keer aan de finish gekomen dat ik dacht van dit is toch zwaarder dan de Ronde van Lombardije of Luik-Bastenaken-Luik. Ja. Gebeurde andersom ook wel eens, maar hij past zeker in dat rijtje. Ja, zeker als koersverloop zich daar toe leent. Ja. En toch was Luik-Bastenaken-Luik had je nog liever, hè? Dat is je favoriet toch geweest, ja, altijd. Ja, ja, omdat dat sprak mij meer aan. Omdat, de historie. Ja, de oudste, La de Doyenne. En ja, gewoon dat, ik weet niet, het mistroostige. Ik keek er als kind helemaal niet graag naar. Ik keek liever naar Vlaanderen en Roubaix. Maar ja, dat Luik altijd door die... Zonder een beetje pas op het einde dat het leuk werd. Nee, die finish vond ik ook nooit geen kloot aan. Maar als renner... Het parcours ligt je ook beter, hè? Het parcours lag je ook beter misschien. Ja, ja, ja. Maar ook het koersverloop. Het trage start, controle. Nou ja, 2 keer wringen en dan zat je van voren, weet je. Het was Vlaanderen, ben je helemaal leeg. Als je Vlaanderen ben je fysiek... Einde van de dag is klaar. Luik is het 2 keer even een beetje wringen en doen voor de wannen en voor de redoute. En dan zit je daar. En dan komt de sterkste wel bovendrijven. Ja, overzichtelijker als renner eigenlijk. Ja, 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 ja. En maar Luik, ja. In mijn ogen is het de zwaarste koers. En dat, ja, de zwaarste koers wil je winnen natuurlijk als renner. Je bent 4 keer tweede geweest. Naar welke kijk je met het meeste plezier terug? Tweede plek. Ja. In 2000 had ik de spurt achter Sabel. Ik denk als het 50 meter verder ligt, dat ik gewoon win. En ik kon helemaal niet spurten. Maar in 2000 had ik het voor het eerst van mijn leven een slecht voorjaar. Door een val in Catalaanse Week. En in Luik was ik er niet. En een week later in de Amstel ging ik de spurt aantrekken voor Seberg. Maar die koos ervoor om niet mijn wiel te pakken. En ik kom toevallig in het wiel bij Sabel. Die gaat aan. En ik word eigenlijk uit het niks. Met allemaal spurts met Feinsteins, Frère, Seberg. Maar nu heb je het over Amstel, hè? Of, ja, over Amstel. Ja. Over Luik, ja. Maar je hebt Amstel ook een paar keer verloren. Oh, oké. Nee, maar dit vond ik de mooiste tweede in de Luik. Ja, dat kan ik er maar eentje zeggen natuurlijk. Dat is met VDB, ja. Dat is, die is historisch. In de tricolore, denk ik, hè? In de Nederlandse driekleur. Nederlandse driekleur, ja. Ja, ja. Ja, want iedereen denkt zo aan het moment met Bartoli op La Redoute, maar dat was op 30 kilometer van de streep. De man die het langst voorop bleef met... Op Saint-Nicolas, hè? Op Saint-Nicolas. Ja. Was Michael, hè? Ja, ja, ik reed weg eigenlijk. En ik had wonderbenen. Ik heb wel eens van die benen dat je denkt, ja, niemand gaat me kloppen. En ik rijd weg. Ik kijk om, ik zag niemand, hè? Niemand. Ik denk, ja, ik ga gewoon mijn droomkoers winnen. En ik voelde nog dat er nog, zoals jullie zeggen, jus zat of jus op zat. Of dash, er zat nog dash op. En in één keer kijk ik nog een keer, toen zat Frankie daar. En die had iets meer dash dan mij nog. Die had zijn beide benen zitten. Ja, maar nu achteraf natuurlijk gezien wat er met Frank is gebeurd, is dit een legendarische editie geweest. En, ik vond altijd dat je heel... genereus nog aan de streep als je tweede werd geworden. Jouw interviews waren eigenlijk zelden bitter. Of jij was vrij snel, had jij precies in je hoofd de zaakjes weer voor elkaar. Dat gevoel kreeg ik altijd als ik jouw interviews na de streep hoorde.
Jij kon heel gemakkelijk relativeren, leek het op dat moment. Ja, nou ja, ik net zoals ik kijk ook graag naar de interviews van Wout van Aert. Net zoals gisteren ook. Ja, de sterkste wind. Mijn benen waren leeg. En ja, je kan allemaal... ik heb er altijd een hekel aan. Ook als renner. Ik wilde gewoon het publiek vermaken. En als ik er was, was ik er. En ja, verloor ik, dan verloor ik. Ik ben tweede geworden in de Amstel Gold Race achter Rebellin. Dat ik vol doorreed met hem. Omdat ik echt ervan overtuigd was dat ik de spurt ging winnen van een berg op. Ja, daarom rij je door. Gisteren was Van Aert, die was van overtuigd dat hij die twee mannen erop legt. Dus daarom rijdt hij door. Trentin die rijdt door. Pidcock rijdt door. Mm. Eigenlijk wil een mensen willen dat toch zien. Je wil toch niet dat ze gaan lopen kloten. En dat er een tweede rangs renner terugkomt die er overheen kletst en die dan zijn handen in de lucht steekt. Je wil gewoon de grote renners van voren zien. En zo dacht ik altijd. En daarom kon ik ook vrede hebben met een tweede plek. Ja. Karaktereigenschap. Misschien niet goed om grote koers te winnen, maar... Had het er ook mee te maken dat dat soort wedstrijden, Luik, Bastenaken, Luik, Amstel Gold Race, er ook de beste win meestal? Nou ja, in 2004 denk ik dat het de beste was, maar in 2005 was ik denk de beste in Luik. Had ik moeten winnen, denk ik, maar in principe liggen die koersen niet. Je wordt op je waarde geklopt. Ja, en iedere renner wordt op zijn waarde geklopt. Want ja, als jij zegt van oké, mijn ploegmaat reed niet of dingen. Ja, oké, dan is dat zo. Maar dat is ook het leuke van wielrennen. Kijk, zwemmen, je springt in het water, je tikt aan en je komt terug. En ben je de beste. Eigenlijk hoef je niet na te denken. Dat is bij schaatsen ook. Ja, marathon schaatsen moet je een beetje tactiek hebben en met dat skileren. Maar gewoon, ja, een sport waar gewoon op en neer is, dan wint de sterkste. En dat is in het wielrennen niet altijd. Zelfs niet in de zwaarste koersen. Je bent ook afhankelijk van je ploeg. En dat maakt wielrennen zo'n complete sport. En de tactiek natuurlijk, hè? Altijd heel belangrijk. Ja. Hey, Amstel, toch terug. Want ik wil toch even kijken. Het parcours is anders. Het is een circuit inderdaad. Lijkt een beetje op een WK. Gaan we ook een andere soort winnaar daar nu zien? Nee, de winnaar zal wel uit dezelfde koker komen. Normaal ik denk wel misschien. Ik heb hem nooit... Wij gaan hem dus binnenkort rijden, dat hebben we dus afgesproken. Maar ik heb hem nooit gereden, maar ik hoor altijd dat het draaien en keren, dat killing is in de Amstel Gold Race. En dat nu iets minder gaat zijn. Ja, het is een rondje. Dus ja, ja. Het is heel bekend voor de renners. Als ze twee rondes hebben gereden, weten ze het wel. Ah, ja, ja. Ik denk zelf, maar laat mij het fout hebben. Want we zien dit jaar zulke mooie wedstrijden. Maar ik denk dat je een beetje een WK-achtig verloop gaat krijgen. Een vrij gecontroleerde koers met een groepje voorop. En dat de finale pas laat openbarst. Ja. Ik hoop, dat denk ik dat gaat gebeuren. Maar ik hoop dat het gaat gebeuren dat we gewoon weer lekker gekke koers krijgen. Vanaf het begin? Bam. Nou, niet vanaf het begin, maar... toch wel een kilometer of 70 voor de finish mogen ze van mij wel beginnen. Ja, ik denk dat je voor een Amstel te winnen toch wel veel parcourskennis nodig hebt. Maar Roglic maakt nu zijn debuut, denk ik. En ja, het is een rondje, dus ik denk dat alle kaarten goed zitten voor Roglic. Dus bij deze mijn pronostiek al, trouwens. Ja, oké, ik dacht, oké, goed, dan wordt het dus Roglic. Ja. Ja, echt, ik ben er echt volledig van overtuigd. Ook gewoon als we kunnen spelen met Van Aert. Dus ik heb ook in Parijs-Nice gewoon ook Roglic ineens een spurtberg op tegen Matthews en tegen Laporte. Er zit zoveel explosiviteit in, die blijft mij ook wel verbazen eigenlijk. Dus, oké, ik noteer hem. Oké, is goed, prima. Oké, Dirk? Pidcock. Ja, maar voilà, oké. Stick to your guns, Tom Pidcock. Ja, Michael? Ik dacht dat Pidcock een klein beetje op zijn... Die is vanaf het begin van het jaar goed. Dus ik dacht, die is op zijn return gisteren nog met mijn vader over. Nou ja, die wint natuurlijk. Dus dat betekent ook wel weer maar dat ik er heel veel kijk op heb. Het Dylan van Baarle effect krijgen we nu, hè? Die heeft ik gooi hem nog één keer op Wout van Aert. Ja. Hey, oké. Ik vond hem gisteren zo sterk. Ja. Een paar keer gaatje dicht. En, Adrie van der Poel zal zeggen, hij ademt niet. Ja. Dus dat gevoel had ik ook wel. Dus ik dacht van, ja, hij gaat goed hier makkelijk winnen. Ja. En hij kan misschien echt super gemotiveerd nog zijn. Omdat, hij heeft Gent-Wevelgem natuurlijk gewoon. Het is ook maar die wil nog een keer die groot... Of nou ja, de Gent-Wevelgem-Amstel misschien een beetje in dezelfde range. Ja. Maar heeft de vorm om nog een klassieker te pakken. En dat weet hij ook. Hij heeft de ploeg ervoor. Dus ik gooi hem nog één keer op van Aert. Ik twijfel dus tussen Mark Hirschi en Greg van Avermaat. Maar ik ben geneigd om Greg van Avermaat te zeggen, omdat Michael Bogert hier zit. En omdat jij hem niet gezegd hebt, zal ik hem dan zeggen. Nou, dankjewel. Ja. En daar zou Greg andere... heel blij mee zijn. Ja, tuurlijk. Maar Greg zal in de wolken zijn dat ik hem hier tip als... zeker. Dan zijn we daarmee rond. Dan hebben we dat allemaal gehad. Misschien nog heel eventjes, want we gaan misschien
goh ja, wie weet, we hebben eigenlijk nog geen plannen gemaakt wanneer we elkaar weer zien. Misschien is de Giro een goed moment om elkaar nog eens eventjes hier in deze studio op te zoeken. De rondes komen eraan. Iets waar ik persoonlijk echt nog meer naar verlang dan naar de klassiekers die we nu eigenlijk hebben gehad. Ik hoorde jou in een andere podcast over Egan Bernal zeggen dat je niet verwacht dat die nog een grote ronde gaat winnen. Nou, ik vind hem een stuk minder, ja. 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 Maar daar kom je weer op het feit van, het gaat heel snel en dan ben je daar en dan in één keer moet het. En, ja, ja, ja. En heeft ook in het voorjaar wel heel goed, eigenlijk zijn eerste wedstrijden, koerst hij weer een beetje frivol zo. Ik ben echt een grote fan van Egan Bernal. Ja, ik in principe ook. Maar ik heb gewoon het idee dat hij, dat het voor hem heel lastig gaat worden. Dat de druk zo hoog is op hem, dat hij daardoor een beetje... Maar hij heeft ook... En dat zie je misschien, ga je misschien bij Pogacar ook zien. Bernal heeft eigenlijk die eerste Tour ook een klein beetje in de schoot geworpen gekregen. Of tenminste, dat was die geamputeerde laatste etappe. En dat was een beetje onverwacht. Veel mensen denken dat Thomas anders wel de Tour zou gewonnen hebben. Hij was de sterkste, want hij was bergop veruit. Daar hebben iedereen weg. Ook die rit die geskipt werd, had die voorsprong. Maar het is wel, hij heeft op het allerlaatste moment... Daar geel gepakt, net als Pogacar eigenlijk in deze. Dus, enfin, maar goed, ik weet eigenlijk ook niet waarom. Ja, maar dat was die Tour van Alaphilippe, zeg maar, waarvan we er allemaal van uitgingen. Die gaat wel een keer doorheen zakken. Dat duurde wat langer, dat hebben we met Veuclair ook een keer gehad. Maar dat ging een keer gebeuren natuurlijk, dus hoefde niet. Ja. Maar die was toen bergop sterkst. Maar ik denk dat hij dat niveau nooit meer heeft gehaald. Nee. Het zal dit jaar alles of niks zijn voor Roglic, denk ik. Want de druk wordt er ook groot op. Mag ik nog één ding zeggen voordat we naar de volgende blok gaan? Ik moet echt ziek dringend pissen. Dus we kunnen misschien even knippen. Oh, ik ook trouwens. Ja, echt. Je schept een band. Ja, ah ja, oké. Okay. Ja, dat is goed. Ja, mag ik ook even snel? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Voilà, we lopen weer. We zijn terug na een korte plaspauze, maar het was ziek dringend, hè? Het was echt ziek dringend. Ja, en in het wiel van Jappen is ook Michael ziek dringend. Ja, het was nu ook het moment, hè? Want je mag tegenwoordig niet meer overal plassen en bidonnen weggooien. Nee, we zaten in de collectzone en dan mag je ook plassen. Dus. Ja, en de UCI is overal, dus we moeten daar overzicht. Het was echt een duo normaal naar het toilet. Ja, maar goed gedaan ook wel. Echt, want het heeft echt wat even geduurd, 7 seconden. Dus in die 7 seconden heeft Dirk mij gezegd, ik wil nog iets vragen over de Tour de France. Tenminste, met betrekking tot Michael's deelnames aan de Tour de France. Ja, en ook met die Amstel Gold Race. Heeft hij zijn enige winst in de Amstel was tegen Lance Armstrong. Is die vete ondertussen al bijgelegd? Ja, we hebben daar nooit problemen over gehad eigenlijk. Lance vatte dat eigenlijk vrij sportief op. Hij zei de legendarische woorden achter het podium, omdat ik me verontschuldigde dat ik het laatste stuk niet meer mee op kop had gereden. Toen zei hij, Boekie, I know you're not a flicker. Zei hij zo. You pay me back in July, zei hij toen. Dus ik denk, ja, waar heb je het nou over? Want ja, het was nog niet bekend dat hij 7 keer de Tour zou gaan winnen. Maar ik kon helaas in die Tour niks voor hem terug doen. Maar nee, hij vatte dat heel sportief op. We later nog wel eens een klein akkefietje gehad met Lance. Maar dat was niet persoonlijk. En verleden jaar nog in zijn podcast gezeten. Ja, en, dat was eigenlijk prima om hem weer eens te spreken. Ja, ja. Dus jullie bellen soms? Nee hoor, helemaal niet. Nee, heb je zijn nummer? Nee. Dat ging via Bruineel toen. En, ik had niet zo heel veel contact met de Armstrong, maar we waren wel goed in de koers met elkaar. En ja, hij mocht jou toch, hè? Ik denk het wel, ja of mocht. Hij gedoogde mij. Lens, de grote Lens gedoogde mij. Ja, maar ik denk ook dat hij dat... Hij had zo'n paar van die renners die oké vond... En die gedoogt hij inderdaad? Nou ja, zo wil ik het. Het klinkt een beetje niet neerbuigend, maar echt zo van, god, dat ik opkeek tegen de grote Lens. Maar Lens is denk ik wel de echte grote patroon in het peloton geweest. En zeker in de Tour. Je merkte wel, als Lens mee reed in een wedstrijd, dan was het anders dan als hij er niet aan het vertrek stond. En dat kon ook in een wat mindere koers zijn. Ja. Dus dat is voor mij de laatste echte patroon. Ja, ik ben nu aan het denken of wie dat tegenwoordig de patroon is. Die bestaan niet meer, dat is niet meer. Dat, nee? Nee. Cancellara had dat nog een beetje. Cancellara die had niet
niet zoveel respect, denk ik, als dat heel veel mensen doen denken, weet je. Voor het groot publiek was wel een populaire renner, maar ga maar een rondje renners maken en dan denk ik dat Cancellara er niet zo lekker uitkomt. En zeker nu, hè. Ja, nu dat hij gestopt is, zegt iedereen van, ja, wat voor een... Lul. Ja, wat voor een lul of een debiel was dat eigenlijk. En tijdens zijn carrière hebben we natuurlijk nooit gehoord. Maar dat was gewoon omdat hij er zo'n beetje... Hij kwam voor naam over, ook, ik bedoel, daarom denk ik dat iedereen dacht dat wel... Maar dat was een typetje dat hij speelde, hè. Ja. Dus, maar qua patroonschap in het peloton, dan moet ik toch altijd direct denken aan Bernard Hinault. Die legde echt een rit stil in de Tour. Of Tom Boon in de Ronde van België in Mechelen, in mijn hometown, legde die ook ineens een rit stil, omdat het gewoon te gevaarlijk was. Dus qua patroons... Maar dat was ook weer met zoveel show dat hij dat deed, dat ik wel weer wist dat iedereen daar wel... Patroons hebben show. Dat is waar. Okay. Patroons aan mijn show. Daarmee hebben we meteen de ondertitel voor deze laatste Vals Plat podcast. Tenminste, jij hebt nog een vraag, Jappe? Ja, dus we hebben heel veel luisteraars en kijkers. En af en toe sturen die een vraag in. En ik heb eigenlijk een vraag van Stijn Bruindongs. En dat is ook een van mijn beste maten. Op de fiets ook. Mentor op de fiets. Uiteraard. En trouwens, nog wel grappig, dat is eigenlijk een... die is ex... Ja, die is opgegroeid in Kalmthout, is daar postbode geweest en hij heeft me al zoveel keren verteld, ik heb die befaamde UCI-brief bij Michael Bogert in de bus gestoken. Ik heb hem daar gisteren nog over gestuurd van, klopt dat wel? Of is dat een urban legend? Nee, ik ben er echt zeker van, want het was een aangetekende brief. Dus eigenlijk het hoogtepunt uit de carrière van mijn maat Stijn Bruindongs als facteur was eigenlijk het soort van, dieptepunt van Michael. En wat is de vraag die hij stelt? Ja, ik wou dat even kalen. Ah, dat is je vraag. Welke brief was het? Ja, vanwege de doping. Ik heb er een aantal gehad, maar degene die... ik heb daar dus een verschrikkelijke discussie over gehad met de UCI. Ik dacht, zeker met die facteur. Nee, helemaal niet. Nee, want dan zou ik hem aangenomen hebben als het aangetekend is. Maar de echte brief van de UCI, die is tot twee keer toe op het foute adres, waar ik al 5 jaar niet meer woonde, bezorgd. En de bewoners van dat toenmalige huis hebben dat teruggestuurd en is nog eens een keer gekomen. En toen dacht die kerel, op een gegeven moment kwam ik in het nieuws vanwege dat doping gebeuren, die dacht van Dus die heeft het toen bij mij in de bus gestoken. En dat is dat. En daarom heb ik contact opgenomen met. Maar de UCI had gewoon mijn verkeerde adres. Mijn oude adres. Dus het is eigenlijk bij mij nooit zo door een facteur overhandigd. Ja, okay. Dus bij deze. Maar het kan zijn dat hij die brief wel bij me. Maar toen woonde ik nog in Capelle. Ja. Of nee, ik woonde in Kalmthout. Maar in Capelle. De brief was in Capelle op de bus gedaan. En ik weet dat ik nog. Want ik heb er nog. Lachen doe je niet met dat soort situaties. Maar ik heb nog gezegd. Weet je, het is toch wel heel triest. Want het werd mij eigenlijk verweten dat ik een aangetekende brief had gehad. En ik zo verwaand zou zijn om daar niet op te reageren. Ah ja, zo... Dat ik zo dacht boven de wet te staan om daar gewoon niet op te reageren. Maar ik heb die brief nooit gehad. Tot dat de oude bewoner hem toch eens een keer bij mij in de bus stak. Dus dat is het echte verhaal. Dus bij deze eigenlijk, cirkel is rond of... Of Stijn Bruinogen is een leugenaar. Hij had wel die brieven mij in de bus hebben gedaan. Dus maar hij vroeg zich gewoon af, we hebben nu over alles gepraat. Want ik heb eigenlijk gewoon een mail gehad van de UCI, zo simpel is het. En omdat ik zelf contact heb opgenomen en toen ben ik naar de dopingautoriteit gegaan in Nederland. En toen ging het allemaal heel snel. Maar dat is allemaal eigen initiatief geweest. Ik denk dat we misschien een nieuwe podcastreeks moeten starten. De brief van Michael Bogert. Een zesdelige, mysterieuze podcastreeks. Nee, maar hij vroeg zich gewoon af van hoe zou hij graag hebben dat de mensen hem herinneren. Want de meeste mensen zullen ook wel herinneren met alles wat er is gezegd geweest. En vooral op het einde. Nou ja, we hebben het daar net over in het begin over gehad. Van, weet je, ik hoef niet op een voetstuk en ik hoef niet... Ik denk dat ik hoe mensen mij zouden moeten herinneren. Ik ben een goede vader. Ik heb hart voor de wielersport. Dat is het voor mij eigenlijk. En ik hou van hard werken. En ik heb een beetje zelfspot. Maar niet van... Op sporttechnisch is het allemaal goed.
Misschien zeggen die goede ijsdanser. ik heb ooit nog eens een programma in Nederland gewonnen op de tv met de ijsdansen. En dat daar werd toen nog wel eens mee gelachen. Misschien kunnen ze me daar een beetje aan herinneren. Dat, het heeft de bloemlezing van Dirk van Nijverseel niet gehaald aan het begin van deze podcast. Dus dat is misschien... dat een goede zaak? De dag dat je al museum een groot standbeeld krijgt, gaan we er toch een kleintje maken van Michael ook, denk ik. Dat lijkt me een heel erg goed idee. Want fijn dat er was. We eindigen met een giveaway. Jappe, je mag nog iets weggeven. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk we geven ook nog 5 pitten weg. Mensen konden zich via social media, via Instagram, @valsplatpodcast aanmelden. Ik ga even vlug 5 namen trekken. Dat gaat even heel snel gaan. Zij moeten ons contacteren. Dat gaan ook dus allemaal de namen vrienden van Jappe zijn. Dit, Ben Klaas, Louis Overmeijren, Michael Bogart, Alexander, Pau Dio, dus dat zijn er al 4, en Garieke Moosens. Dus die mogen ons contacteren via @valsplatpodcast. Helemaal zo, heel officieel allemaal. Voilà, oké, maar ja, we hebben hier nog van alles weg te geven. Dus ja, misschien hebben jullie het al gezien, maar elke aflevering zit ik hier met een mooie t-shirt van Erstwhile. Erstwhile.be, ga dat zeker eens checken. We geven een trui en 2 t-shirts weg. Wat moeten de mensen doen? Ja, gewoon naar onze sociale media kanalen gaan, @valsplatpodcast. En we gaan wel een soort van giveaway op poten zetten. Dus even nog in beeld. Hop. We hebben hier een trui. Ja, dan ligt nu op de grond. Voilà. Stof te happen. Voilà. Maar we hebben nu juist meer dan 1000... volgers op Instagram. En ook omdat Michael hier zit, we geven een stoel weg. Ik ga hem even in de lucht steken. Ja. Een gepersonaliseerde, Rabobank stoel. Kom ik daar aan, man? Het is eigenlijk... het project heet Reseat Cycling. Dus eigenlijk Jamie Evans, dat is eigenlijk een kerel die dat oude schoolstoelen een tweede leven geeft met eigenlijk in een retro fiets jasje. Je zou denken, ja, op ene stoel kan ik niet staan. Maar ik denk wel dat zo'n stoel, dat past wel in een pain cave of in een man cave. Ik denk dat we veel actieve fietsers hebben. Dus om je laptop op te zetten, hè, als je aan het zwiften bent. Of stel, je speelt het bordspel De Ronde van Drankrijk. Ik weet niet dat jullie dat kennen. Nee, dat maar ik weet niet waar dit weer allemaal heen gaat, Jappe. Je eigenlijk De Ronde van Frankrijk al drinkend aflegt. Hè. De groene trui, de meeste advoenums, de zware bieren. Hè. Dat zijn dan eigenlijk de hoge procenten. En ja... De ploeg waar je dan altijd voor wilt deelnemen, is dan Rabodrank. Dus dan is dat eigenlijk echt, als je met deze stoel dat spel kunt aanvatten, zou toch top zijn. Dus eigenlijk hou vooral onze sociale mediakanalen in de gaten en kan nu zo'n stoel winnen. Oké. Het is heel goed dat dit de 8e aflevering is. De laatste aflevering voorlopig van Vals Plat, want Jappe krijgt het moeilijk in die laatste. Maar dat is vaak, hè. Dat is een lange koers geweest in de laatste rechte lijn. Wordt het altijd lastig. Een mooie stoel, wat moeten ze daarvoor doen? Gewoon naar onze Advalsplat podcast. Michael, kan jij trouwens straks die stoel tekenen? Ja, voilà. Michael gaat ook de stoel nog tekenen. Ja. Dus dan wordt dat echt een museumstuk. Miljarden euro's wordt dit waard. Ja, voilà. Oké, goed. Heel fijn, dankjewel. Zet hem rustig neer, de stoel, Jappe, voordat hij kapot gaat. Heel fijn dat jullie mij vergezelden de voorbije 8 weken. Dirk en Jappe. Michael, fantastisch dat jij onze laatste centrale gast wou zijn voorlopig, want we komen ongetwijfeld nog wel terug. Alleen moeten we dan eens kijken hoe onze agendas er over een paar weken uitzien. Maar rond de Giro bijvoorbeeld, dat zou geen slecht idee zijn. Michael, ik wens je een veilige en fijne reis terug naar Kalmthout. Dankjewel. Naar Easywood. Easywood. Ja. Jongens, toch, zo had ik het niet kunnen zeggen. Dit was hem, de voorlopig laatste Valsplat, maar we zien elkaar heel erg snel terug. Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Flanders Classics.